Hartelijk welkom in deze een beetje bijzondere avond in Pakhuis de Zwijger. Jullie hebben zojuist het eerste gedragsexperiment al meegemaakt. Pay as you like. Dat is hoe Pakhuis de Zwijger werkt. Deze avond gaat over duurzaam gedrag. En de hoofdrolspeler daarin zijn jullie. Het is, ik neem jullie mee op een experimentele en dus heel erg interactieve tour. Als je niet wil, kun je nu nog het pand verlaten. We gaan dus echt experimenten live doen met de mensen die hier zitten. En onder leiding van de sprekers die ik zo aan jullie voor zal stellen. Wat we gaan doen is, draait om de belangrijkste vraag die we hier kunnen stellen, denk ik. Namelijk, hoe richt je de stad in? Dat is wat we gaan proberen te behandelen vandaag met een heel groot aanbod aan sprekers. Dus ik zal er flink de vaart in zetten als spreekstalmeester. We hebben een arts, we hebben een econoom, we hebben iemand die steden eigenlijk in het mini bespeelt. We hebben een strateeg, dus jullie kunnen je lol op. Alle zienswijzen op de menselijke geest, zoals jullie hier vandaag zitten, komen aan bod. Maar het gaat dus ook om jullie en wat jullie weten van gedrag. En hoe jullie jezelf en de andere mensen hier in de zaal voorspellen. Dus daarom wil ik jullie nu eerst vragen om even je telefoon uit je zak te halen. We beginnen meteen. Wees gerust, dit is alleen de oefenvraag. Maar op termijn komen er vragen waarmee jullie ook daadwerkelijk punten kunnen winnen. En die punten kun je aan het einde voor de top 10, kunnen ze hem omzetten in drankenbonnen. Blijven jullie op het puntje van je stoel zitten. De Mentimeter werkt als volgt. Ga naar www.menti.com. Er is hier een netwerk, dus als je geen beeldgoed meer hebt, kijk naar Zwijger_Zalen. En deze eerste vraag is meteen voor jullie ook een clue voor de rest van de avond. Want er zit hier een heel bijzonder publiek. Jullie hebben misschien stiekem gekeken naar wie zich allemaal heeft aangemeld om je voor te bereiden op deze belangrijke gebeurtenis. Maar je ziet dus dat we hier een vrij Amsterdams publiek hebben. Dat het ook nog zo is dat het grotendeel binnen de ring woont. Wat dus niet statistisch heel erg voor de hand ligt eigenlijk. Maar er zijn mensen van buiten gekomen die toch mee willen beslissen over hoe we Amsterdam gaan inrichten. Goed. Ja. Dit is echt voornamelijk om te testen of jullie Mentimeter doet, of je telefoon goed staat en dat soort dingen. Dus ik wacht nog even tot het tellertje oploopt tot hoeveel stoelen er zijn. Code. Moet ik hem voorlezen? Heeft iedereen de code gevonden? Ja. Er loopt tijdens dit experiment iemand rond, namelijk Rick, met een microfoon. Dus als je iets niet snapt, steek je hand op en dan helpen we je er doorheen. Ja, het loopt nog steeds op. Dit gaat heel goed. Intussen maak ik jullie vast nog wat kiener op het geven van het juiste antwoord. Er wordt ook een super forecaster, dus de persoon van jullie allemaal, die het beste kan voorspellen hoe wij reageren op maatregelen. Die wordt aan het einde van de dag samen met de sprekers op het podium gezet. Dat is degene die nog vragen mag stellen over hoe dat nou toch werkt, dat magische gedrag. Zijn er mensen die niet in de Mentimeter komen? En die dat wel willen, dat is natuurlijk. Echte drankbonnen, hè, mensen? Oké. Ik ben heel gelukkig met de score van 150 ongeveer. Dit wordt op nog een vlak een beetje een bijzondere avond. Want ik ben zowel jullie moderator als jullie eerste spreker. En dat klinkt heel egoïstisch. Maar dan zijn jullie er maar weer vanaf. En wat ik wil doen is jullie wat handvatten meegeven. Hoe beoordeel je nou de voorstellen die straks gedaan gaan worden op hoe goed ze werken? En dat wil ik jullie in mijn eerste verhaal zo nog even laten zien. Dan moet ik nu dus een vraag-antwoord.
Dit is, om te beginnen, dit wordt mijn lievelingsavond. Ik heb nog nooit zo hard geëxperimenteerd met publiek live. Ik heb wel een achtergrond in experimenteren. Ik kom uit het lab hier aan de UvA bij experimentele economie. En daar stopte ik mensen in kleine celletjes en liet ze via de computer met elkaar geld uitwisselen, voornamelijk. Op die manier kon ik dus heel goed bepalen wat zij te zien kregen en op welke manier je met prikkels uit de omgeving hun gedrag kon sturen. Dus bijvoorbeeld het pay-as-you-like uit het begin. Dat soort experimenten deden we. En dan zetten we bijvoorbeeld oogjes aan de zijkant van het scherm, zodat het voelde alsof mensen bekeken werden. Dat type experimenten deed ik tijdens mijn promotieonderzoek. En daarna wilde ik dat heel graag in het echte leven gaan uitproberen. Dus ik heb een tijd bij universiteiten gewerkt en voornamelijk voor beleidsmakers dat type onderzoek gedaan. Die beleidsmakers willen dat natuurlijk niet doen in een lab. Die willen dat doen in het echte leven. Dus dan moet je denken aan experimenten bij supermarkten of in gevangenissen of met kinderen. Allemaal dingen om te kijken hoe nou de omgeving de persoon zijn gedrag stuurt. Dan mag nu mijn eerste slide. Dat is wat ik aan de introductie over mezelf wou zeggen. Op dit moment doe ik hetzelfde. Heb ik de stichting Behavioral Insights opgericht, samen met een compagnon. En wat wij doen is, wij geven advies over hoe beleidsmakers nou het beste hun gedrag kunnen inrichten. En een voorbeeld daarvan hebben jullie misschien in de krant gelezen. Er zijn nu 15 teams die beleidsmakers, ambtenaren, helpen met het schrijven van stukken, van bijvoorbeeld brieven die jullie thuis krijgen, omdat die zo verschrikkelijk onleesbaar waren. Dat klinkt als zinvol, maar een beetje werk in de kantlijn. Maar het zijn hele grote effecten die je daarmee bewerkstelligt. En ik ben heel blij dat er nu eindelijk die 15 teams zijn. We gaan het hebben over duurzaam gedrag. Duurzaam en gezond gedrag. Die twee dingen. Ik wil jullie vragen om naar mijn verhaal te luisteren met in je achterhoofd. Oké, dus wat werkt er dan echt om mensen van gedrag te laten veranderen? En om te beginnen wil ik daarvoor jullie iets laten zien. Ik had een klikker, ja. Iets laten zien wat lijkt op een raar psycholoogtrucje. Wie van jullie hier, we gaan door met de experimenten, wie van jullie hier, steek je hand op, denkt dat vakje A dezelfde kleur heeft als vakje B? Steek je hand op. Kijk, er zitten hier experts in de zaal. Dit was dus mijn test om het water te voelen. Blijf kijken naar vakje A en B. Ze zijn echt hetzelfde. En ik weet dit, want ik heb het al heel vaak gezien, maar ik blijf het niet geloven. En dat komt omdat je hersens een soort shortcut maken. Ze zijn gewend om schaduwen te verdisconteren, op te nemen in hoe donker of licht ze denken dat vlakken zijn. En dit is dus de manier waarop mensenbreinen werken. Ze maken shortcuts omdat het gewoon minder energie kost. Wat heb je daar nou aan? Wat heeft dat nou met duurzaamheid te maken? Nou, denk je voor, stel je voor, je bent een mens en je probeert iets duurzaams te doen en je komt die, hoeveel zijn het er, 26 Sustainable Development Goals tegen. Dat is best moeilijk. Daar zijn die shortcuts, die schieten alle kanten op. We weten niet meer hoe dat moet. En dat zijn dus de handvatten die ik jullie wil bieden. Een aantal van die shortcuts waar mensen hun aandacht nu helemaal naar uitgaat. Daar gaat hij. Dit wordt een niet-mentimeter-experiment, maar een ouderwetse handopsteken-experiment. Maar daarbij deel ik wel degelijk de zaal in tweeën, zodat we twee verschillende groepen hebben. Net als in medicijnenonderzoek, een controlegroep en een behandelgroep. Dus ik deel jullie zo doormidden. Ja, perfect. Ja, dan wil ik vragen of deze kant eventjes, inclusief jullie allemaal, hun ogen dicht wil doen. Er gebeurt niks engs en het duurt ook helemaal niet lang en zo. Ik moet er nog één ding bij zeggen. De winnaar, of tenminste degene die ik random straks uit jullie ga selecteren, die mee heeft gedaan, die krijgt ook daadwerkelijk zo uitbetaald als er straks op de slides te zien is. Oké, de andere groep, de linkerkant, heeft zijn ogen open. Daar beginnen we. De vraag aan jullie, linkerkant, is: wat kies jij? Je ziet deze twee opties. Ik wil jullie vragen om op je schoot je hand zo neer te leggen als bij de optie van jouw keuze. Dus u ziet de smaken. Ja? Dan wil ik vragen of jullie heel even bij je buren willen kijken wat hij gedaan heeft. Ja? Prima, onthoud dat. En dan mag iedereen even weer zijn ogen open doen. Dan gaan we de andere behandelgroep, namelijk
nemen. Dus weer dezelfde scheidslijn, maar dan wil ik jullie nu vragen om je ogen dicht te doen. Wederom, het duurt heel kort. Ogen dicht, want dit is dus echte wetenschap. Ja, daar gaan we. Ik vraag aan deze groep of jullie je hand op je schoot willen leggen. Volgens de opties die je hier ziet. En ik zeg nog één keer daarbij hardop. Jullie worden daadwerkelijk uitbetaald of het goede doel van mijn keuze wordt uitbetaald in deze. Hebben jullie allemaal een keuze gemaakt? Nee, moet ik nog heel even terug? Hou nog je oog dicht, ja? Kijk even bij je buren hoe die hun hand houden. Ja? Ja, dan mag iedereen zijn ogen open doen. Wat is hier gebeurd? Jullie hebben natuurlijk verschillende opties gezien. Ik wil even vragen aan jullie, dan moet ik even heel diep nadenken. Wie van jullie heeft zijn hand zo? Niet stiekem wisselen, want dan ziet je buur dus wat je hebt gedaan. Dan ga ik heel hard tellen. Ja. Oh, jeetje. We gaan dit anders doen. Wie van jullie heeft zijn hand zo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aan die kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 mensen aan die kant. Ja. Klik. Wat hier gebeurd is. Dit waren de opties die jullie zagen. Dus die kant had 3 keer een vuist. Deze kant had 15 keer een vuist. De mensen die aan deze kant zagen, kregen 3 opties te zien. Dus jullie zagen net alleen maar deze optie en die optie. Het gevolg daarvan was dat jullie dachten, ah, 3 drankjes. Ja, 15 euro. Nou, en dan waren er toch 16 mensen die hun vuist gesloten hebben gehouden. En die dus voor de zelfzuchtige optie hebben gekozen. Toen ik deze ertussen plaatste, ja, er was natuurlijk, ik heb het niet gecheckt, maar wie van jullie heeft zo gedaan? Oh, toch nog wel mensen. Ja. Ja, toch nog wel mensen. Ik had verwacht dat niemand dit zou kiezen, omdat het zo duidelijk is dat de voedselbank een nobel doel is. Dat is het daadwerkelijk, dat had ik misschien moeten belichten. Maar er zijn dus ook nog mensen die dit hebben gekozen. Maar ik had verwacht dat het effect, en dat was het dus ook, van deze extra optie was. Dat er heel veel mensen aan die kant, in plaats van dit, toch de weggeefvariant kozen. Het werkte niet helemaal significant van 16 naar 3, maar ik ben toch zeer tevreden. Ik heb van tevoren 1 random persoon uitgeloot die hiervoor uitbetaald wordt. Dat is de tweede rij, de derde stoel. Oh dear, ik denk dat jij in de... Ja, het is de persoon naast je. Dus als je 1 stoel opschuift en met je rechterhand onder de stoel voelt, zitten daar drankbonnen. Dan moet ik aan je buurman vragen hoe jij je hand hield, want dat weet ik niet meer. Oh nee, ze zitten onder je eigen stoel. Sorry, je zit wel op de derde stoel. Ja, dit ging bijna fout. Dat is dus het experimentele aan dit programma. Het kan... Ja, hij heeft ze, dames en heren. Maar wat had je gekozen? Als ik heel eerlijk ben, ik dacht eerst dat het een voedselbankbon voor individu zou zijn. Ik had het uit moeten leggen, ja. Maakt niet uit, toen ik het begreep, ging ik wel voor voedselbank 15 euro. Ik maak het daadwerkelijk over. Ja, ja. Misschien was het niet te horen. Hij begreep eerst niet dat de voedselbank, dat we het geld aan de voedselbank zouden geven, maar dacht dat jij een voedselbankmaaltijd zou krijgen. Les voor de experimentator, beter uitleggen, neem de tijd. Gaan we doen. Daarna koos hij voor de altruïstische optie. Dus deze bonnen, die hou ik, maar in ruil daarvoor geef ik 15 euro aan de voedselbank. Oké, dit was het live experiment. Dank jullie wel. Dan nu het echte werk. Wat gebeurde er net? Nou, we denken, klik, klik, klik. We denken dat hè, als economen, wat ik ben, ook als artsen vaak, die we straks gaan zien. Als wetenschappers in het algemeen, als ambtenaren, als gewone mensen, denken wij dat we in het centrum van de wereld staan. Dat wij de wereld naar onze hand zetten. Wat blijkt in de praktijk? Dat wij, net als Homer Simpson, gewoon geregeerd worden door al die opties om ons heen. Alle versnaperingen waarmee we gebombardeerd worden. Alle afleidende telefoonpiepjes waarmee je nu gebombardeerd wordt. Het zijn allemaal dingen in de omgeving die jouw gedrag sturen. En die je maar ten dele in de hand hebt. Je telefoon heb je in de hand, als in die kan je zelf dichtzetten, uitzetten. Maar al die opties die langskomen in het dagelijks leven, daar kun je dat niet mee doen. Oftewel, de omgeving stuurt ons tot een heel grote
hoe noem je dat? Extent. Dat gaat behoorlijk ver. En dat is wat ik hoop dat jullie net hebben geleerd van dat experiment. Dat als je zinloze opties aanbiedt, zeg een Big Mac met 3 stapels... of zeg een Starbucks koffie die zo groot is dat hij al koud is op het moment dat je bij de trein bent. Die opties staan er om jouw keus naar iets anders te lokken. Niemand koopt die grote Starbucks koffie, maar Starbucks wil dat je de middelste optie kiest. En op die manier stuurt de omgeving jouw gedrag, ook als je dat niet zo bewust doorhebt. En er zijn 3 manieren die ik aan jullie wil laten zien, waarmee je straks de voorbeelden kunt beoordelen. En dat zijn 3 heel simpele. Maak het makkelijk, een dooddoener waar je geen raketgeleerde voor moet zijn. Makkelijk, aantrekkelijk. Kies het juiste moment waarop je een vraag stelt aan iemand of hem iets aanbiedt. En ten derde, maak het sociaal. Dus speel op de een of andere manier op de sociale component in. Dat deed ik net al door jullie te vragen, kijk even wat je buurman doet. Dit is een voorbeeld van dat eerste, maak het makkelijk. En dit is een voorbeeld wat mij heel erg aan het hart gaat. Mijn klok staat stil. Oh nee, dat hoort natuurlijk. Pardon. Dit is een voorbeeld wat mij aan het hart gaat. Ik ben een paar weken geleden op een feestje geweest van een vriendin van mij die 40 werd. Zij vierde niet haar 40ste verjaardag. Ze vierde dat ze van haar studieschuld af was. Wat is er gebeurd? Toen ik ging studeren, kreeg ik dit scherm te zien. Daar staat dus studiefinanciering, ouderwetse webpagina. Je mag invullen hoeveel stufi je wil krijgen. Namelijk maximaal. Of minder, namelijk x per maand. Dit dingetje heeft dat feest van dat vriendinnetje van mij veroorzaakt. Namelijk, dat stond al aangekruist. Dus al die mensen van mijn leeftijd hebben maximaal geleend. Of niet, natuurlijk. Ze konden toch heel makkelijk gewoon dat vinkje uitzetten en hier invullen wat ze wel wilden lenen. Kijk wat er gebeurde. Oh, ik heb het resultaat niet laten zien. Zo gauw je dit vinkje weghaalde. Nou, het was mijn generatie. 80% leende maximaal. Echt 80%. Gewoon, ja, waarom? Het vinkje stond er, maar ook omdat je dacht, dat doen andere mensen vast ook. Wat denken jullie dat mensen leenden toen dat vinkje door een webmaster werd weggehaald? De helft. 11%. Dus dit soort... 60. Het was 11. Het was echt heel erg. Ja, het was echt heel erg. Ja. Dus hele kleine stipjes doen hele gemene dingen. Oftewel, hoe makkelijker de keuze is, hoe beter het gaat. Nou, dat soort voorbeelden. Dit was dus een per ongeluk experiment. Dit heeft geen enkele beleidsmaker uitgedacht. Wel, iemand heeft daarna na afloop dus onderzoek gedaan. Maar het was per ongeluk. Iemand heeft gewoon dat vinkje weggehaald. Wat we in samenwerking met Wageningen Universiteit hebben gedaan, is dit benutten, die makkelijkste optie. We hebben buiten de ring, boven Utrecht Centraal, in een bistro en op nog 4 verschillende types restaurants, hebben we een deel van het vlees dat mensen uitgeserveerd kregen, afgesneden. Zeg 12%. En in ruil daarvoor 2 keer zoveel groenten neergelegd. En het resultaat daarvan was, het zal jullie misschien niet verbazen, dat mensen minder vlees aten, dat mensen meer groenten aten, namelijk 2 keer zoveel, niet het hele bord leeg, het vlees ging altijd wel op. Maar vooral dat de klanttevredenheid niet omlaag ging. En dit is mijn lievelingsstudie die ik ooit heb gerund, niet omdat hij zo intelligent was, maar gewoon omdat hij zoveel impact had, want heel van de volk is nu over op minder vlees, meer groenten. Oftewel, soms moet je mensen de keus bijna ontnemen om het zo makkelijk mogelijk voor ze te maken. Wat hier zo goed werkte, de winnende gedachte hiervan, was dus echt dat zowel de overheid die het wilde, die betaalde het onderzoek, als Van der Valk, als die wetenschappers, want die konden hier mee publiceren. Dus dit was een heel mooi samenspel van 3 experimentliefhebbende partijen. Van der Valk wou het trouwens, weten jullie waarom? Ja, het is cheaper. Ja. Maar prima reden om mensen gezonder eten aan te bieden. Dan wil ik een voorbeeld geven van op het juiste moment iets aanbieden. Dat gaat sneller. Hier hebben we weer Homer Simpson. Stel je afgelopen reis voor. Die heeft vast een deel van jullie ook met het vliegtuig gemaakt, net als ik. Als je nadenkt over de verre toekomst, als je nadenkt over hoe je je reis over een jaar zou gaan maken, dan denk je misschien, ach, de trein, dat is misschien niet zo'n hele gekke optie. Het is beter op de lange termijn. Maar naarmate je dichterbij komt en nog niet geboekt hebt, lijkt het ineens alsof de makkelijke optie belangrijker is. Kun je eigenlijk door de makkelijke optie niet meer die latere optie zien. En dit effect dat mensen heel slecht
in de toekomst kunnen kijken eigenlijk. En dat mensen vooral op het moment zelf heel erg op het heden gefocust zijn. Dat speelt een heel grote rol in veel van onze beslissingen. Hier zie je een voorbeeld ervan. Een beetje flauw. Dit is een Amerikaans voorbeeld van dus zo'n snackverkoopmachine. Waarop staat, de gezonde snacks komen er pas na 25 seconden uit. Natuurlijk de ongezonde snacks. De gezonde komen er meteen uit. Dus als je heel erg honger hebt, dan gooi je je kwartje wel voor die appel. Of als er een rij achter je staat. Dus dit speelt op timely, maar ook op dat sociale effect. En dit is super flauw, maar dit hebben we geïmplementeerd bij een kantine voor mariniers. Door namelijk te zeggen, jongens, jullie kroketten, dan moet je even bellen. En dan komt er een mevrouw en die gaat ze voor jullie bakken. Er werden echt geen kroketten meer besteld. En niemand klaagde, want ja, verse kroketten. Dus dit werkt. Vraag het mensen op het goede moment. En laat ze nadenken over de toekomst en zich daar bijvoorbeeld aan vastleggen. Want dit kunnen we ook zelf, hè, in de supermarkt. Nu denken we, gaan we hongerig naar de supermarkt toe en denken we, wat zal ik gaan eten vanavond? Het goedkoopste of het voedingsrijkste. Stel dat wij een vleesbudget zouden hebben voor de rest van de maand. Brute ingreep. Stel dat we zoals je een budget hebt voor je geld, maar dan voor vlees zou hebben. Dan zou je opeens op een heel andere manier jezelf kunnen sturen in de richting die je wil. Dat kun je natuurlijk ook met zout doen, of met suiker, of wat dan ook. Dus nadenken over hoe jij in de toekomst een beslissing moet nemen, loont. En dat kunnen we allemaal zelf. Dan de laatste, de sociale. Herinner je van die drie? De makkelijke, de op het juiste moment variant en de sociale variant. En hier heb ik drie voorbeelden van. De eerste is mijn lieveling. Zie je die prullenbak? Dat is de Amsterdamse prullenbak, dus jullie kijken er waarschijnlijk voor, wat was het, 66% niet van op. Maar je ziet dat daar een heel slimme Amsterdamse ambtenaar een gat in heeft gemaakt van plastic, zodat we kunnen zien dat de andere Amsterdammers ook inzamelen. Super slim. Niet getest alleen, dus we weten niet hoeveel beter dit werkt. En ook een beetje riskant, want het kan zijn dat iemand dat ding volstopt met vuilniszakken. Dus een beetje eng, maar een enorm goede, transparante, sociale nudge. Deze is een wijnschap. Als wij wijn gaan kopen, zijn we heel gevoelig voor sociale invloeden. Wat blijkt, een collega van vroeger van mij uit Wageningen, die heeft 1 fles systematisch weggehaald uit dat wijnschap. Dus dat je zo'n heel netjes recht gespiegelde lijst met wijnen ziet. En eentje van 1 merk is eruit. Steek je hand op, wie van jullie denkt dat dat meer dan 10% effect had? Wow. Nou, dat dacht misschien de supermarkthandelaar ook wel, maar die wilde niet de mensen betalen die steeds van de duurste fles er eentje weghaalden of zo. Het had inderdaad 11% effect. Dat is echt heel veel voor iemand die spullen probeert te verkopen in een supermarkt. Het is alleen heel onuitvoerbaar, maar zo gevoelig zijn we dus voor sociale informatie. Deze laatste, dat is het laatste voorbeeld dat ik wil laten zien, komt van de Dutch Design Week. Dit is een manier om je wasmachine op te winden, waarbij je hem vaker op moet winden op het moment dat je meer energie nodig hebt, namelijk heter wil wassen. Dat is dus een vorm van feedback. Het is niet heel sociaal, maar het is dat je direct feedback krijgt op hoeveel moeite jij moet doen om iets minder duurzaams te doen, namelijk harder te wassen. Nou, dit was wat ik jullie wilde laten zien. Maak het makkelijk, kies het moment en maak het sociaal. Die drie dingen kun je van uitgaan dat het werkt. Kun je ook van uitgaan dat ze terugkomen in de vragen die we nu zometeen aan jullie gaan stellen. Dan wil ik nu. Oh, dankjewel. Daar kijk ik naar uit. Dan wil ik nu de eerste spreker op het podium uitnodigen. Dat is Marleen Hendricks. Marleen is de arts die ik jullie beloofd heb, maar ze is een heel bijzondere arts. Ze is een arts die wel eens op straat komt, buiten ziekenhuizen en behandelkamers. Ze werkt als Director of Innovation bij het Joep Lange Instituut. En ze doet daar onderzoek aan hoe die omgeving nou de patiënten en de gezonde mensen beïnvloedt. Dus hoe richt je die omgeving in op zo'n manier dat mensen gezonde keuzes kunnen maken voor zichzelf? Het ontzettend grappige aan Marleen, en dat is waarom ik zo blij was toen ik je tegenkwam, is dat zij dus ook samenwerkt als arts met economen. En dat is een heel erg onwaarschijnlijke combinatie eigenlijk. Ze werkt samen met de man die, als jullie wat van die, ja, ik zag net al allemaal handen die dat testje kenden met de pilaar en de schaduw. Nou,
Misschien hebben jullie ook het boek van Dan Ariely, dat Predictably Irrational heet, gelezen. Predictably Irrational is wat wij allemaal zijn. We zijn heel gek, maar we zijn wel voorspelbaar gek. En dat is deels wat Marleen nu aan ons gaat laten zien. Dan Ariely is de man met wie ze ook heel veel samenwerkt als arts. Thanks. Dankjewel, Eva, voor deze mooie introductie. Ik wil jullie meenemen in het probleem van onze gezondheid en wat de omgeving op onze gezondheid doet. Want we hebben namelijk een gigantisch probleem met z'n allen in deze wereld. We worden namelijk gewoon steeds dikker en we leven steeds ongezonder. Wereldwijd zijn de leefstijlgerelateerde ziektes al sterfteoorzaak nummer 1. En het is zelfs zo dat over de hele wereld, dus inclusief Afrika, Azië, er meer mensen doodgaan aan de gevolgen van overgewicht dan aan de gevolgen van ondergewicht. Want, nou ja, we eten ongezond, we bewegen niet genoeg, we zitten de hele dag. We roken ook nog steeds, terwijl we ook echt al wel 60 jaar weten dat je daar aan doodgaat. Ondanks dat, we doen het nog steeds. En dat is niet het enige probleem. Het is ook nog eens een keer zo dat er hele grote verschillen zijn tussen groepen mensen. Dit zijn Nederlandse data. En die laten ons zien dat in Nederland de levensverwachting tussen de laagste opgeleide groepen of de praktisch opgeleide groepen en de universitair en hbo geschoolde mensen zijn best wel groot. Het scheelt al, nou ja, mensen met basisonderwijs en vmbo die worden in de 70 en de hoger opgeleide die worden gemiddeld een jaar of 80. Maar als je dan kijkt naar de gezonde levensverwachting is dat verschil echt nog veel schokkender. Dat is bijna 17 jaar. Dus mensen die alleen maar basisonderwijs en vmbo hebben gedaan, als ze in de 50 zijn, krijgen ze al hun eerste gezondheidsproblemen. Terwijl voor de hoogst opgeleide dat is als ze in de 70 zijn. Nou, dit zie je zowel bij mannen als bij vrouwen. Dan kan je zeggen van nou ja, die lage socio-economische klasse die maken kennelijk de verkeerde keuzes. Maar zo simpel is dat toch niet. Dit zijn wat getallen uit Amsterdam. Als je kijkt buiten de ring en binnen de ring. Nou, jullie zijn allemaal vreselijk gezond, want jullie wonen binnen de ring. Maar dit zijn data over gezonde leefstijl. En hoe donkerder, hoe slechter. En dan zie je dat Noord, Nieuw-West, Zuidoost, daar wordt te weinig bewogen. Daar wordt ongezond gegeten. En daar hebben mensen ook meer overgewicht. De enige uitzondering hier is roken. En dat komt omdat er in het centrum nog net genoeg studenten wonen. En nog genoeg expats die gewoon lekker doorroken. Nou, en als je dan kijkt naar de ziektelast en ook naar de zorgkosten, dan zie je eigenlijk hetzelfde patroon. Wederom in Noord, in Nieuw-West en Zuidoost hebben mensen meer suikerziekte, hebben mensen een hoger risico op hart- en vaatziekte. En dat zie je ook terug in de zorgkosten die deze mensen maken. Nou, waarom is dat nou? Waarom zien we dit nou? En waarom is het kennelijk zo moeilijk en moeilijker voor de een dan voor de ander om je gedrag te veranderen? Want ook de mensen in Noord weten dat het niet goed is voor je gezondheid om veel te dik te zijn. Nou, daar heeft Eva al het een en ander over gezegd. Maar ik wilde toch nog eventjes de diepte in. Predictably irrational, je noemde het al. Er zijn hele scholen economen die denken dat mensen rationele wezens zijn. Daar is de hele markttheorie op gebaseerd. En die denken dat wij de hele dag door allemaal informatie zitten te verzamelen over voor's en tegens. En dan een heel zorgvuldig overwegen besluit nemen. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal zoals het is. Want daar is hij weer, Homer Simpson. Echte mensen, die worden gewoon gedreven door hun impulsen. En die sporten te weinig en die stellen dingen uit. En die denken, nou, dat taartje nu, daar zal ik nu niet aan doodgaan. En dat maakt dat we heel erg gevoelig zijn voor wat er om ons heen is. Wat de mensen om ons heen doen. En waar we op de korte termijn zin in hebben. En gedragswetenschappers die hebben daar een hele mooie theorie over. Die zeggen, ja, je hebt je system 2 en je system 1. System 2 is hoe je rationele besluiten neemt. Zal ik wel of niet mijn baan opzeggen? Maar dat is niet hoe we in de supermarkt staan. In de supermarkt nemen we system 1 besluiten. Gewoon snelle, onbewuste, automatische besluiten. Waarbij de kortste weg, de makkelijkste weg, meestal de weg is die wij nemen. Nou, en hoe ziet onze omgeving er dan uit? Dit is een beetje waarin wij leven. Wij leven in een wereld van verleidingen, waar overal fastfood is, waar hele slimme marketeers van de voedselindustrie alle technieken uit de gedragswetenschappen inzetten om ons
te veel zout, suiker en vet te laten eten. En de reden hiervoor is dat daar een geweldig businessmodel achter zit. Dat zijn producten die heel goedkoop zijn om te produceren en waar je hele grote marges op kan maken. Nou, en voor iedereen een aanrader is ook het boek Salt, Sugar en Fat. Daar staan alle tactieken van de voedselindustrie prachtig in beschreven. De Starbucks koffie die jij al noemde. Maar ook hele bataljons aan voedselwetenschappers die de hele tijd bezig zijn van wat is nou de perfecte mix van zout en suiker om mensen maar meer en meer en meer te laten eten. Een geweldig voorbeeld is de Tony Chocoloni met pretzel erin. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar daar wil je echt alleen maar meer van blijven eten. Dus nou ja, dat is toch een beetje een probleem. En wij hebben samen met de VU en ATI, een onderzoeksinstituut, hebben wij gekeken naar de voedselomgeving van Amsterdam. En dan zie je ook in cijfers, dit is de voedseldruk, waarbij rood ongezonde voedselaanbieders zijn en blauwe gezonde voedselaanbieders. Ja, dat het er niet heel erg best aan toe gaat in Amsterdam. En dat wij omgeven zijn met ongezond eten. En ook rondom scholen zie je dat dit is een school die echt ver, ver buiten de ring is. De Professor Watering School, daar gaat het nog. Maar gewoon midden in de stad zijn onze scholieren ook de hele tijd omgeven met junkfood. Nou, en dan nog even terug naar die laagste socio-economische klasse. Dan is het ook nog eens een keer zo dat ongezond voedsel vaak veel goedkoper is dan gezond voedsel. Dit zijn de prijsontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar. En daar zie je dat gezonde voedingsmiddelen veel harder in prijs zijn gestegen dan ongezonde voedingsmiddelen. En als je nog inzoomt op die ongezonde, dan blijkt zelfs dat suiker en suikerhoudende dranken ook absoluut in prijs zijn gedaald. Nou, dus mijn stelling is eigenlijk, vrije keus bestaat niet. De vrije wil bestaat niet. Wij zijn toch echt slaaf van onze omgeving. En als je dus niet iets doet aan tegenwicht tegen de industrie, ja, dan word je dus geleid door de marketeers van Unilever. En er is heel veel weerstand tegen politiek ingrijpen, tegen regulatie. Allemaal onder het mom van ja, vrije keus. Maar ik denk als je zulke verschillen in groepen ziet, zulke verschillen door de omgeving, dan kan je dat eigenlijk niet meer verdedigen. En ik wil dus ook 2 interventies met jullie gaan testen. 2 maatregelen voorstellen. En dan ben ik heel benieuwd of jullie denken dat dat gaat werken. En ook of jullie dat denken dat dat een goed idee is. En de eerste is een harde prijsmaatregel. De suikertax. Wat nou als we 20% prijsverhoging zouden gooien op alle suikerhoudende dranken. Later uit te breiden met snoepgoed en andere dingen. Maar we beginnen dus gewoon met de cola en de vruchtensappen. 20% prijsverhoging op alles waar te veel suiker op zit. Dat is nummer 1. En de tweede is junkfoodvrije zones rondom scholen. Een beetje net als het koffieshopbeleid in Amsterdam. In een straal van 250 meter rondom een school mogen geen junkfoodaanbieders meer zijn. Nou, Ja. Blijf vooral staan, inderdaad, want we willen zo van jou horen wat jij denkt dat zou werken. Want ja, zij is natuurlijk de enige in deze zaal die het echt weet. Voor die tijd wil ik aan jullie vragen, zijn er vragen? Zijn deze 2 ingrepen duidelijk bij jullie? Ik zie een vraag aan de voorkant. Het gaat dus echt om verduidelijking nu en niet om wat je ervan vindt. Want dat willen we vooral nog even stilhouden. Ja? Missen we ook niet het gezond verstand / opvoeding? Nou, dat maakt zeker gezond verstand en opvoeding is belangrijk. Maar opvoeding is ook heel lastig als je in een groep zit. Je had het over sociale normen. Als je in een groep zit waarin de sociale normen heel erg anders zijn. En waarin het andere gewoontes zijn. Kinderen die in een omgeving zitten waar er wordt gerookt. Die gaan zelf ook roken. Is dat lastig? En we hadden in het diner hier van tevoren nog een gesprek over lunchboxes in wat kinderen mee naar school krijgen. En daar noemde een van de sprekers vandaag dat hij ergens school in Apeldoorn, waar er kinderen gewoon zulke 4-jarige energiedranken mee kregen. Aquarius sportdrinks. Nou, daar zitten 20 suikerklontjes of zo in. Daar, ja, je kan zeggen, is gezond verstand. Ik denk dat mensen echt niet bewust denken, ik ga mijn kind eens even vet mesten. Maar ja, dat is wel uiteindelijk het resultaat. Ja. Is er nog een vraag ter verduidelijking? Of zullen we overgaan tot het experiment? Ik zie nog 1 vraag ter verduidelijking.
Ja. Moet je kiezen tussen een van de twee vragen? Stellingen? Of kun je ook allebei? Nee, je mag allebei. Ze komen allebei. Ja. Mag, over allebei ja. mag gestemd worden. Maar het, ga jij. Precies. Even. Het wijst zichzelf. We gaan beginnen nu met de Mentimeter weer. Dus trek je telefoon uit je zak. Als het goed is, ben je nog ingelogd in hetzelfde netwerk en in dezelfde Mentimeter. Anders komt zo de code weer tevoorschijn. We beginnen met de eerste interventiemaatregel die Marleen voorstelde. De suikertax. Daar komt hij. Oh, wauw. Dit zijn de spelers. Het zijn er heel veel. We wachten nog heel even, want er zijn er 120. Ja, het loopt door. Ja. Goed, jullie krijgen een aantal opties te zien. De vraag is, hoe groot denk je dat dit effect is? Denk er even over na vast. En dan beginnen we met de quiz. Je moet binnen 26 seconden antwoord geven. Ja, kijk op je telefoon. Heeft een suikertax geen effect? Wordt er 6-10% minder suker verkocht? 11-20? 21-30? 31-40? Of meer dan 40? We laten jullie nog niet zien wat het goede antwoord is. Dat komt zo meteen. Heb je hem gezien? Als je hem goed had. Als je hem fout had, niet. Je hebt het goed. We hebben iemand die het goed had. Heeft iedereen gestemd? Als iemand niet gestemd heeft, steek je hand op. Ja? Eén iemand? Ik kom helpen. Ja, nee, het moet binnen zoveel seconden. Oh, oh, je krijgt een troostdrankbol. Nee, ja, daar gaat je Tesla, ja. Er komt nog een kans, want we gaan door met de tweede optie van Marleen. De tweede maatregel. De tweede maatregel was, stel nou dat we een soort van zone bouwen rondom scholen, waarin in een straal van 250 meter geen junkfood verkocht mag worden. Dus ook op de school zelf niet en 250 meter daarbuiten. Kijk weer naar je telefoon. Het wordt eenzelfde soort vraag. Schat hoe groot het effect daarvan is. Ja. Oh. Kijk op je telefoon. Ik had het niet door. Gaat het niet goed? Oh, het gaat niet goed. Het gaat te snel. We doen het nog een keer. Volgens mij kunnen we hem gewoon nog een keer vragen voor de mensen die nog niet hebben ingevuld. Denk ondertussen, terwijl je op je telefoon kijkt, maar er nog niks mee doet. Kijk, hij komt. Welk effect heeft een verbod op junkfood vlakbij scholen? Nu komt hij. Kijk op je telefoon. En vul het goede antwoord in. Ja? Hij hoort hier weg te gaan. Vul het goede antwoord in op je telefoon. 9, 8, 7, 6. Ja. Als het goed is, hebben nu de meeste mensen gestemd. We krijgen nog niet het goede antwoord te zien, tenzij je het toevallig goed geraden hebt. Ja, er zijn juichers. Ja. Goed, er komen meer kansen om te stemmen. Hè? Dus jullie kansen zijn nog niet vergeven. Wat ik in de tussentijd wil doen, is iemand op het podium vragen. Namelijk Sebastiaan Aalst. Kom naar voren alsjeblieft. Sebastiaan heeft zelf in de praktijk heeft hij uitgeprobeerd wat het effect is van een heel aantal van het soort van ja, nudges, veranderingen in de omgeving. Voor effect hadden. Hij is oprichter en partner en strategisch directeur van het Food Cabinet, waar jullie misschien van gehoord hebben. En een van de projecten die zij daarbij hebben gedaan is het Eetparadijs. En jij bent initiatiefnemer daarvan.
Wil je daar een paar woorden over zeggen? Want dat klonk te mooi om niet te noemen nu we op het podium staan. Het Etenparadijs is eigenlijk een project wat ook heel erg in lijn met wat Marleen zojuist vertelde. Was er echt op gericht om gewoon eens een keer met frisse blik te kijken van hoe ziet die eetomgeving in Amsterdam dus eigenlijk eruit. Wij zijn een Amsterdams bureau. Ik ben zelf heel erg geïnspireerd geraakt door een studiereis een aantal jaar terug met het voedingscentrum, waar ook heel erg de nadruk lag op het feit van ja, we moeten inderdaad, als we gedrag willen veranderen, veel meer kijken naar die omgeving. Dus wij dachten eigenlijk, ja, hoe ziet die omgeving van ons er dan uit? Nou, wat we zagen is absoluut heel erg wat Marleen zojuist ook al vertelde, hoe groot de verschillen zijn. Dus wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan, we hebben een omgeving van 16 verschillende scholen. In een straal van 400 meter zijn we gekeken van, wat wordt er nou eigenlijk aangeboden? En we hebben zowel gekeken naar concreet gewoon het voedselaanbod als bijvoorbeeld de marketinguitingen. En dat hebben we niet alleen gedaan, dat zien jullie hier op het scherm. Samen met het Parool, onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht, die hebben ons daarbij geholpen. En wat daar bijvoorbeeld opviel is dat je inderdaad in een straal van 400 meter zag je verschillen inderdaad tussen bijvoorbeeld Zuidoost en Oost. Ja. In Oost zijn het dan bijvoorbeeld meer zagen we gemiddeld 11 plek eetgelegenheden in een straal van 400 meter. Wat vooral toch ook koffietentjes waren. En tegelijkertijd zagen we in Zuidoost dat het aantal 13 is. Wat op zich niet zo'n schokkend verschil is, maar vooral weer toch meer ook de hamburgertenten bijvoorbeeld. En we zagen dat als je kijkt naar het reclameaanbod, om het zo maar te noemen, dat in die omgeving van scholen 84% van wat je daar ziet aan voedselreclames zijn reclames voor ongezonde voeding. Tegenover 11% waarvan je zou kunnen zeggen, nou dat is echt gezond. En dan zit er nog een soort tussencategorie van, nou ja, misschien wel een gezond broodje, maar dan weer een drankje erbij wat minder is. Dus eigenlijk op die manier zijn we gekeken. Dat was een van de dingen. We hebben ook gekeken naar de Kalverstraat. Nu en 50 jaar geleden. Iemand van ons heeft 24 uur doorgebracht op Amsterdam Centraal. Kijk vooral om je heen. Daar, ja. Ik zou niet met hem willen ruilen. Dus eigenlijk hebben we gewoon door verschillende aspecten zijn we een beetje naar de stad gaan kijken. En we zijn bijvoorbeeld ook op plekken wezen kijken. We hebben restaurantrecensenten op pad gestuurd om naar de plekken te gaan waar restaurantrecensenten normaal niet komen. Ja. Dus de Arena Boulevard, de kinderspeelplaatsen. Dat bevestigde allemaal enorm wat. Ik zou bijna willen vragen, was je er verbaasd over? Maar ik ga je nu gewoon het woord geven voor je verhaal over supermarkten. Want dat is denk ik wat hier het belangrijkste is. Zeker. Dank je. Wat ik al zei, dat project Het Eetparadijs bevestigde heel erg dat beeld. Van oké, dus die eetomgeving is belangrijk en dat bepaalt heel erg hoe en wat we eten. Dan dringt zich natuurlijk ook meteen de vraag op, wat gaan we daar dan aan doen? En gelukkig werkten wij al langer samen met het Nationaal Actieplan Groente en Fruit. Nou, die naam zegt het al, die zijn echt opgericht te vragen hoe kunnen we zorgen dat Nederlanders gezonder gaan eten, met name dus meer groente en fruit. We deden al een campagne met hen, die heet Ga voor Kleur. Echt vanuit het idee, als we mensen in ieder geval kunnen verleiden om vaker voor kleur op het bord te kiezen, dan kom je automatisch eigenlijk wel toch wel uit bij dit soort producten. Dus dan gaat het eigenlijk al een stukje de goede kant op. Maar we vonden het vooral dus ook interessant om te kijken van kunnen we een interventie bedenken waarmee je veel meer inderdaad op dat systeem 1 iets gaat veranderen. In plaats van, en dat is absoluut anders dan wat wij als bureau meestal doen. Als wij campagne voeren, dan zijn we toch vooral bezig om dingen van de daken te schreeuwen. En opvallen en kijken of je PR-aandacht. Dus dit was wat dat betreft voor ons ook een heel atypisch project. We werkten dus gelukkig al langer samen met het actieplan. En met hen kwamen we op het idee van zouden we een supermarkt zover kunnen krijgen om als het ware dat in te kunnen richten als een soort van nudging laboratorium. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Het actieplan is met alle retailers in gesprek gegaan. Vond gelukkig uiteindelijk 1 partij, Dirk van den Broek, bereid om daar aan mee te werken. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat is absoluut niet makkelijk. Het is voor supermarkten altijd heel spannend. Want wat wij aan hen vroegen is, we willen niet alleen een plek waar wij met nudging in de weer kunnen. We willen ook vervolgens al jullie sales, kassa, data, om die te kunnen analyseren. Want we willen wel ook zien of het echt daadwerkelijk effect heeft. We hebben vervolgens gekeken, maar gaan we dat dan bijvoorbeeld in de supermarkt in Amsterdam doen? Want dan wisten we dan
wat de resultaten ook zijn, iedereen gaat zeggen, ja, maar dat is Amsterdam. dus eigenlijk net als bij de verkiezingen zijn we op zoek gegaan naar wat is dan een soort van elke verkiezingen is er een verslaggever, meestal geloof ik in Weert, want dat is dan de meest gemiddelde plek van Nederland. En wij kwamen op die manier uit in Leidseveen. Daar is de supermarkt met het meest gemiddelde klantprofiel, gemiddelde bestedingen, et cetera. Zo kwamen we daar uit. Maar voordat ik daar meer over vertel, is het denk ik vooral leuk om ook even daar meer beeld bij te hebben. Dus ik heb een korte video meegenomen. Ik ben Karen Lemermans van het Nationaal Actieplan Groente en Fruit. 94% van de volwassen Nederlanders eet niet voldoende groente. Dat is gek als er zoveel te kiezen is. In deze supermarkt proberen we consumenten te verleiden om meer groente en fruit te kopen. Welkom bij het Gavo Kleurlamp. Hè, wat is dat? Wij proberen hier door middel van nudges, dat zijn duwtjes de goede kant op, om mensen te verleiden tot gezondere keuzes, tot meer groente en fruit. Dat doen we onder andere ook door normcommunicatie. Dat zijn top 3 en top 5 lijstjes, waardoor mensen echt het idee hebben, dat wil ik ook hebben. En? Werkt het? Nou, we moeten nog een beetje voorzichtig zijn, want het zijn nog maar de eerste resultaten. Maar het lijkt er wel op dat mensen dus echt meer groente en fruit zijn gekomen door al die nudges de goede kant op. We zijn heel blij met dit project en we zien nu al hele positieve ontwikkelingen waarvan wij denken die in de toekomst in onze organisatie verder uit te kunnen rollen. Het Gavo Kleurlab is een initiatief van het Nationaal Actieplan Groente en Fruit. Yes. Ja. Ja, ik denk dat een paar dingen opvielen in deze video. Voor de mensen die wel eens vaker in een Dirk-filiaal komen. We hebben er echt heel bewust voor gekozen om alles wat we hebben gedaan aan nudges. Er staan een aantal voorbeelden hier ook op de zijschermen. Om dat ook echt in de huisstijl te doen van de Dirk van den Broek. Nogmaals, het was niet de bedoeling per se om op te vallen. Maar juist veel meer op dat onbewuste niveau in te spelen. Wat we ook bewust niet hebben gedaan is, we zijn niet aan de slag gegaan bijvoorbeeld met prijspromoties en dergelijke. Ik denk dat we wilden daarmee voorkomen dat we vooral met dit project zouden aantonen dat reclame werkt. Nou, dat weten we al. Dus we hebben bewust geen extra aanbiedingen, acties. We hebben dus ook niet over het project gecommuniceerd tijdens de looptijd. Dat was in totaal 6 weken. In die 6 weken hebben we dus gekeken van als je al deze nutjes tegelijkertijd inzet. Wat gebeurt er dan onderaan de streep als je naar alle kassabonnetjes gaat kijken? We waren daarbij dus niet geïnteresseerd in wat doet het bijvoorbeeld, of niet zozeer geïnteresseerd wat doet het met de omzet, maar echt gewoon helpt het nou om aan het eind van de rit meer kilo's groente en fruit te verkopen? Nou, dus dat is echt wat onderzoekers van de VU hebben geanalyseerd. Dat is enorm veel werk geweest, dus daar wil ik ze ook bij deze nog heel hartelijk voor bedanken. Maar ze hebben eigenlijk 2 dingen gedaan. Ze hebben dus naar die kassadata gekeken. Ze hebben ook gekeken naar wat je zou kunnen noemen de klantbeleving. Ze hebben vragenlijsten afgenomen. En ik vond dat zelf wel interessant, want ik denk dat als het over deze discussie gaat, als nudging wordt genoemd, dan is er ook altijd heel snel, zijn er mensen die zeggen, ja, maar is dat ethisch? Want ja, ben je mensen niet een bepaalde kant op aan het duwen die ze misschien eigenlijk helemaal niet willen? Wat ik heel interessant vond, wat uit het onderzoek kwam, is dat eigenlijk 88% van de klanten van dit filiaal zei, nou, ik vind het eigenlijk een best goed idee dat de supermarkt mij helpt om gezondere keuzes te maken. Dus dat is denk ik wel ook interessant om in het achterhoofd te houden bij deze discussie. Nou, verder, er staan hier een aantal quotes. Volgens mij laten die vooral zien dat wat ook altijd interessant gegeven is, dat mensen vaak van zichzelf het gevoel hebben dat ze er niet vatbaar voor zijn. Terwijl ze wel van overtuigd zijn dat het voor andere mensen dan wel geldt. Ik geloof dat over de hele linie, als je mensen gaat vragen, verspilt u voedsel, dan denkt iedereen altijd dat hij in de top 10 zit van mensen die dat dan het minste doen. Dus dat zagen we ook weer hier terug. In het filmpje werd gezegd dat er nog geen resultaten waren. Gelukkig zijn die inmiddels wel. Dus, dat staat op de volgende slide.
Ja, het staat hier een beetje gewoon heel kort door de bocht. 7,4% meer groente en fruit verkocht in de interventieperiode. Ik moet er wel een paar dingen bij zeggen voordat de onderzoekers in de zaal gaan stijgen. Wat we hebben gedaan, we hebben dus gekeken naar de kassadata. We hebben 6 weken ervoor genomen. Een interventieperiode van ook nog eens 6 weken. Nog eens 6 weken daarna gekeken. Die in totaal 18 weken, die zijn vergeleken met het jaar daarvoor. En de veranderingen die we daarin zagen, die zijn weer vergeleken met een controle voor jullie al. Ja, ik kan me voorstellen dat er nu mensen afhaken, maar we hebben dus zowel gecontroleerd met een vergelijkbaar filiaal, als dat we ook naar het jaar daarvoor hebben gekeken. Wat je wel zag is dat over de hele linie, was in het jaar dat wij dit hebben gedaan, dus afgelopen jaar, was de verkoop van groente en fruit wel gedaald. Dus wat we vooral eigenlijk zagen is dat in het filiaal waar wij deze test hebben gedaan, dat die daling eigenlijk helemaal niet zo plaatsvond. En dus zo moet het 7,4% meer worden begrepen. Wie nou denkt, nou ik ben echt afgehaakt bij dit verhaal en hoe zit het nou precies? Die wil ik van harte aanbevelen om deze rapportage te lezen. De Karin, die zojuist in het filmpje te zien was van het actieplan, is hier ook aanwezig. Ik heb haar gevraagd om een aantal exemplaren mee te nemen. Dus wie nieuwsgierig is, schiet Karin dadelijk even aan. Karin, kan ik jou daar met die hand omhoog. Ik noem Karin naam ook eventjes omdat wij op dit moment ook bezig zijn met een vervolg op dit project. Dus mocht je nou zeggen van ja, ik heb een organisatie, bedrijf, ik ben zelf retailer. Ik ben wel benieuwd om dit in mijn context ook toe te passen. Schiet Karin vooral even aan. En wij zijn vast van plan om hier een vervolg aan te geven. Dus. Ja, dankjewel. Het is dus super interessant, want dit laat zowel zien, waar we het net over hadden, dat heel veel mensen eigenlijk zelf naar zo'n supermarkt toe zouden lopen als ze zouden weten dat die bestond, bij wijze van spreken. Dat aan de andere kant het dus heel erg moeilijk is en dat je echt teams van strategen, wetenschappers, experts nodig hebt om een relatief klein verschil te maken. Vandaar dus dat we bij jullie nu vooral dingen hebben uitgevraagd die echt niet nudge, maar meer show zijn, namelijk tax. Extra geld en verbod binnen een bepaalde straal. Laten we gaan kijken wat het effect was van de twee nudges, of de twee interventies zijn het eigenlijk, want het was bruter dan dat, die Marleen heeft voorgesteld. Ik geef eerst Marleen het woord, dan laten we jullie resultaten zien. Marleen mag eerst beginnen. Ik moet eigenlijk die andere eerst hebben, maar die is even weg. Ze staan er allebei. Wacht even. Kijk, nou, eerst de suikertax. De suikertax is vrij harde bewijsvoering voor. Gaat goed. De WHO heeft er heel veel onderzoek naar gedaan. Wat het effect is van prijsmaatregelen. En die zeggen eigenlijk, een belasting op suikerhoudende dranken van 20% zorgt voor 20% minder consumptie. In Mexico is een van de eerste die begonnen is met een suikertax. Daar was de per capita consumptie van frisdranken de hoogste van de hele wereld. Met dank aan een agressieve marketingstrategie van Coca-Cola en Pepsi-Cola. Daar is de suikertax ingevoerd. En het had dus niet alleen een groot effect op consumptie, maar ook opvallend juist de laagste socio-economische groepen, de mensen met het minste geld, gingen het meest terug in hun frisdrankconsumptie. Dus dat is heel positief. In Engeland is het 2 jaar geleden geloof ik ingevoerd. Daar heeft het ook een heel positief effect. En wat je daar ook zag is dat eigenlijk voordat de maatregel effectief werd, gingen alle grote producenten van frisdrank al uit zichzelf hun suikergehaltes verlagen. Om alvast voor te sorteren op eventueel dalende verkoop. Dat is ook een manier om mensen aan zelfregulatie te laten doen. Dus die suikertax die is gewoon best wel heel goed onderzocht en heel erg hard. Laten we kijken wat mensen erop geantwoord hebben. Want jullie weten, alleen degenen die het goed hebben geraden, die kregen de feedback, u hebt het goede antwoord geraden. Hoe het in elkaar zat? De meeste mensen dachten dat het wel werkte, maar niet zo goed als die 11-20% minder suiker die het daadwerkelijk dus bewezen heeft. Niet in Amsterdam, maar in een ander land.
als effect te hebben. Ja. Dit is niet een gekke score voor hoe goed jullie gokken voor de eerste vraag. Ik ben hier heel gelukkig mee. Ja, overigens heeft de helaas gemiste kans. Er is vorig jaar groot onderhandeld over een nationaal preventieakkoord met de staatssecretaris. De suikertax heeft op tafel gelegen, maar is helaas onder invloed van de lobby van de industrie weer van tafel geveegd. Net zoals een btw-verlaging op groente en fruit. Maar goed, dat terzijde. Dan de junkfood en de scholen. Daar is minder hard bewijs voor, in die zin dat er geen prachtig experiment, zoals Eva hier in het begin deed, is geweest met een loting van de ene school mag wel junkfood aanbieden en de andere niet. Maar er is wel veel, er zijn veel aanwijzingen dat dit soort maatregelen werken. Er zijn een heleboel studies gedaan waarbij gewoon de directe beschikbaarheid van ongezond voedsel werd verminderd. Vaak in werkgeversomgevings. En gewoon het leggen van het ongezonde voedsel 200 meter verderop zorgt over het algemeen al voor een mindere inname van rond de 50%. Dat zijn wel kleine studies, maar tussen de 30% en 50% zou je wel kunnen zeggen. En er is een prachtig experiment in Amerika ooit een keer gedaan, waarbij mensen, vrij bizar eigenlijk, maar konden loten voor verhuizen, ja of nee. En dan kon je of winnen dat je mocht verhuizen naar een betere buurt, of moest verhuizen naar een betere buurt zelfs. Of je mocht verhuizen, maar je mocht zelf kiezen of je in een slechte buurt bleef wonen, of je mocht niet verhuizen. En dan bleek dus dat de mensen die verplicht verhuisden, althans als ze meededen, naar een betere buurt, dat die ook echt gezonder werden. Dus die kregen minder overgewicht, minder obesitas, minder suikerziekte. En de andere mensen, terwijl dus de rest inkomen, werkgelegenheid bleef allemaal hetzelfde, de rest had dat effect niet. Dus het is niet precies dat we weten wat een junkfoodvrije zone doet, maar wij hebben wel gezegd, wij schatten dat dit ongeveer iets tussen de 30% en 50% doet. En wat dacht de zaal? Laten we de resultaten even erbij pakken. De zaal dacht dat, dames en heren, wauw. De zaal dacht 31% à 40% minder. Dit is fascinerend. Of had dit te maken met dat het scherm even te zien is geweest? Ja. Goed, we gaan kijken of we met de organisatie deze vraag uit de resultaten kunnen gooien. Maar dit is wel heel grappig om te zien. Leuk. Ik was hier zelf stom verbaasd over. En Marleen eigenlijk ook. Zoveel effect voor eigenlijk iets waar je zelf makkelijk overheen kan. Je kan namelijk 200 meter lopen. Dat doet een puber toch wel eventjes. Nee, maar doen ze niet. De mens is lui. De mens is lui, ja. Ik wil Sebastian en Marleen heel hartelijk danken. En daarmee sluiten we dit stukje af over gezondheid. Nu weten we dus een beetje, nu hebben we een beetje gevoeld in hoeverre die omgeving van invloed is op ons gedrag. Er zijn meer experts dan mensen die over voedsel in de supermarkt alleen nadenken of econoom zijn. We hebben daarvoor een speciale expert uitgenodigd. Mag ik je op het podium roepen, Daan Remark? Die strateeg, psycholoog, communicatiestrateeg is bij een groot gedragsveranderingsbureau. Dat is, het is alleen al een geweldig feit dat dat bestaat natuurlijk, dat jij bestaat. Wat hij doet is dus werken. Nee, ik meen dat serieus. Hij werkt dus, hij heeft eerst als marketingonderzoeker gewerkt. Hij heeft ook als strategisch, zeg ik het goed, als strategisch communicatiestratege gewerkt. Heb ik de verkeerde gepakt? Ja. Nee, zo is goed. En hij zet dus nu dat soort dingen in, ook voor de overheid, ook voor fatsoenlijke bedrijven, om na te denken over hoe je nou gedrag op de beste manier kan. Zeg ik het verkeerd? We hadden het bij het etentje hiervoor over voor welke bedrijven hij niet zou willen werken. Daarom noem ik het voor fatsoenlijke bedrijven. Het verhaal van Daan is denk ik op een heel andere manier, met een heel andere blik, kijken naar het gedrag van de mens. Dus ik ben heel benieuwd wat jij te zeggen hebt. Dankjewel. Dit zijn de Climate Stripes trouwens. Je kunt ze zo, als je van links naar rechts kijkt, dan zie je daar wat global warming is. Dit is data, maar dan gevisualiseerd. Dat is heel exact wat je hier ziet. Je ziet dat er een paar jaren bij waren waar die klimaatontkenners konden zeggen, zie je wel, komt allemaal nog goed. Maar je ziet wel aan dat scherm dat het niet goed komt. Dat zijn de meest recente jaren. Goed, ik wil het hebben over eco en ego. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die misschien in de meeste van onze
bij de meeste van jullie ook wel in je hoofd soms strijden van... doe ik wat goed is voor het klimaat of doe ik wat goed is voor mezelf? En zo, daar worstelt eigenlijk iedereen wel een beetje mee. Ik werk bij Open Now. Ik heb een stukje hierover geschreven in de Volkskrant. Misschien dat jullie dat ooit hebben gelezen, maar je kan het in ieder geval online nog vinden. Ik vond zelf Eco versus Ego veel leukere titel dan dat, maar... Als je een stukje schrijft naar de krant, heb je echt geen bal te zeggen over wat de titel wordt. Dus, dat was ook een goede les. Wat voor soort dingen doen wij bij Open Now? Hier zie je wat projecten waar we op dit moment aan werken. En je ziet dat we naast opdrachtgevers in de overheidssfeer... dat we ook wel werken voor bedrijven als bijvoorbeeld Heineken en McDonald's. Zou je kunnen zeggen, de dark side. Maar de dingen die we dan voor ze doen, die vinden we dan wel weer de moeite waard. Dus zwerfafval verminderen. Voor McDonald's of kijken hoe je met 0.0 in sportkantines meer kan doen. Dat vonden wij wel dingen om naar te streven en om aan mee te werken. Dus wij hebben een soort mix van communicatie, mensen en gedragswetenschappers. Goed, wij beginnen eigenlijk altijd met een gedragsanalyse. Elk project begint daarmee. Dus we hebben net een project gewonnen. Ik weet niet of het mogen is. We hebben een project gewonnen of we de Nederlandse boeren willen overtuigen van de zegeningen van circulaire landbouw. Prettige wedstrijd. Maar we hebben hem gewonnen en we hebben hem dus gewonnen met een plan. En dat plan dat vonden ze kennelijk het beste plan wat ze hebben gezien. Misschien was de rest gewoon nog veel slechter. Dat kan ook. We beginnen altijd met gedragsanalyse. Dus eerst kijken we naar wat zijn eigenlijk de... weerstanden die bij mensen leven om het gewenste gedrag te vertonen. Dan kijken we ook naar wat zijn drivers voor het gewenste gedrag. Wat zou de reden zijn waarom mensen het wel zouden willen doen. En bijvoorbeeld voor McDonald's, hier zie je een stukje in Trouw daarover. We moesten dus nadenken over wat zijn weerstanden om je afval netjes in de bak te doen. Wat zijn drivers om het wel te doen? Zou het bijvoorbeeld helpen? Hebben we bedacht. En het zijn allemaal dingen waar McDonald's mee gaat piloten. Zou het bijvoorbeeld helpen om een naam op iemand... als iemand een beker van iets bestelt, om je naam erop te schrijven. Net zoals bij Starbucks, want je gooit toch een beker met jouw naam erop. Minder makkelijk op straat dan een beker waar je naam niet op staat. Of zou het helpen om een schoonmaakdoekje in zo'n McDonald's tas te stoppen... waardoor je alleen al door de citroengeur van het doekje waarmee je handen schoonmaakt... al in een andere stemming komt dan in de stemming van... laat maar waaien en we gooien alles op straat. Het zijn allemaal kleine dingetjes die je kan doen... Maar uiteindelijk is het ook heel belangrijk om te zorgen dat er handelingsperspectief is. Dat mensen, het moeten voldoende afvalbakken zijn. En McDonald's zou bijvoorbeeld die zak die ze aan je meegeven... zouden ze al meer als een recyclingzak of als een afvalzak kunnen vormgeven. Waardoor je ook meer in die stand komt van dat ga ik ermee doen. Een van de grote problemen van McDonald's is je haalt een zak. Dat is eerst de feestzak als je ermee in de auto zit. En als je dan wat hebt gegeten, op een gegeven moment is het die stinkzak en die moet weg. En dan gooi je heel veel mensen het raampje open en gooi je de zak eruit. Dat is een heel erg lastig probleem. Maar misschien moet er bijvoorbeeld een extra zak bij waar je die stinkzak in kan doen. Allemaal kleine mogelijkheden. Maar uiteindelijk gaan we altijd het liefst voor intrinsieke motivatie dat mensen dingen doen. Niet omdat het moet vanwege een tax of een straf of een maatregel. Maar dat mensen het eigenlijk willen doen omdat het aansluit bij wie ze willen zijn. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan voor Hyundai. Ziet u ook zoveel Hyundai's de laatste tijd... Eigenlijk een combinatie van psychologische technieken. Door die zin gaan mensen meer Hyundai's zien. Dat is gewoon attentional bias. Je wordt geprimed door die zin om ze te zien. Dus zie je ze ook. Het zijn er overigens ook best veel. Dit zou niet werken voor elk automerk. Uiteindelijk overtuig je dus jezelf dat die Hyundai trending is. En voor veel mensen is dat een intrinsieke motivatie om aan te sluiten bij wat kennelijk populair is. Goed. Voor duurzaam gedrag geldt natuurlijk precies hetzelfde. Ook daar wil je eigenlijk kijken wat zijn nou die weerstanden, wat zijn de drivers en wat zijn de motieven van mensen. En wat je eigenlijk ziet is dat mensen die ons mee willen krijgen voor duurzame maatregelen of duurzaam gedrag, dat worden altijd gezegd, die worden eigenlijk altijd... gebruiken we argumenten die bij deze groep, ik heb een beetje een gechargeerd plaatje genomen voor jullie, om het een beetje te overdrijven. En het percentage weet ik ook niet precies of dat klopt. Maar als je de mensen die echt donkergroen zijn... die worden met een bepaald soort argumenten aangesproken. Het is duurzaam, het is goed voor het klimaat als je dit doet. En dan deze mensen gaan dan meteen rennen. Die doen het ook meteen. Die gaan meteen een lawaaimakende, hele dure warmtepomp bestellen. Die offeren allerlei dingen die ze heel leuk vinden, offeren ze op voor het klimaat. En misschien zitten er zelfs wel een paar hier in de zaal vanavond. Gefeliciteerd.
Alleen die argumenten die we gebruiken, die sluiten dus altijd aan bij de motivatie van deze groep. Maar als je tegen de rest van Nederland dat soort dingen zegt. Kijk, hier bijvoorbeeld een voorbeeld. Hè? Dus als wethouder Dijksma zegt, Amsterdam is straks verboden voor auto's met conventionele brandstoffen. Dan staan die mensen te juichen. Dit is niet precies tegelijkertijd dat dat gebeurde, maar het past wel mooi bij elkaar. En dan heb je natuurlijk ook die andere groep. En dat zijn zeg maar, dat is gemiddeld Nederland, schijnen buiten de ring van Amsterdam te wonen. Nederland schijnt groter te zijn dan Amsterdam. Ik heb vanavond heel veel geleerd. En ja, dat is ongeveer 95% van de mensen die zijn ego gemotiveerd. Die vinden dus niet alleen dat groen doen moet, anders zijn we verdoemd. Dat is wat die mensen geloven. Maar zij geloven dat hun eigen welzijn, hun eigen welvaart genieten. Dat zijn ook hele belangrijke dingen in hun leven. En die mensen die zijn bij die argumenten die ze dan horen, die eco-argumenten, zijn ze eigenlijk niet zo gevoelig voor. Ja, dat is echt wel een vraagstuk. Hoe krijg je die mensen mee? En wat je dus ziet is dat het ook, als Dijksma zoiets zegt, dat het dan meteen een inkoppertje is voor de politieke tegenstanders, want die kunnen dan dit soort dingen roepen. En dan denkt iedereen, zo is het ook. Hè? Dat is een drammer. Wat ze in Nijmegen doen, vind ik eigenlijk wel slim. Die zijn bezig met luchtkwaliteit en die hebben eigenlijk gezegd, we laten gewoon iedereen in de stad, in Nijmegen kan meemeten in zijn eigen straat en op allerlei plekken. Hier zie je bijvoorbeeld een groene bol en een blauwe bol. Blauwe bol is niet goed, groene bol is wel goed. Kunnen ze luchtkwaliteit in hun eigen stad meten? En wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen vragen om maatregelen. Die zeggen, wij hebben echt een hele vieze stinkstraat. Kunnen jullie daar niet eens wat aan doen? En dat vragen ze niet omdat ze per se zo groen zijn, maar omdat het gewoon in hun eigen belang is. Want het is hun straat en het zijn hun kinderen die daar opgroeien. Dus dat is wel een interessante manier om mensen van moeten naar willen te krijgen. Want je kan ze allemaal hele strenge maatregelen opleggen van je mag niet meer barbecuen en doe je open haard maar weg. Maar op deze manier zien mensen zelf de noodzaak in van die maatregel. En wat je eigenlijk ziet is dat mensen hebben gewoon bepaalde belief systems. En die belief systems, als je die aanvalt, dan stuit dat heel vaak op weerstand. Dat is eigenlijk onbegonnen werk om daar iets aan te doen. Dat is net zoiets als Jesse Klaver die heel hard in het oor van Thierry Baudet gaat schreeuwen dat hij links moet worden en groen moet worden. Dat gaat hij niet doen. Dat gaat niet werken. Maar vaak denken we wel een beetje zo van, het moet gewoon. Het moet voor het klimaat, maar het moet niet echt voor iedereen. Dus dat is belangrijk. Hier heb ik een voorbeeld van een campagne waar campagne was bedoeld om zwerfafval te verminderen in Texas. Dan moet je deze mensen overtuigen. Die rijden dat soort auto's. En ja, als je tegen die mensen gaat zeggen dat is goed voor het milieu, dan gebruik je eigenlijk de argumenten van de hippies, zoals ze noemen hij dat, hippies, waar ze zo'n hekel aan hebben. Dus dat gaat niet werken. Wat werkt wel? Er is een campagne gekomen die bestaat uit heel veel olievaten. Die olievaten kon iedereen bestellen. Die zijn geschilderd in Texaanse kleuren en je kon daar elke kreet op krijgen die je erop wou. Dus elke stad of dorp kon zijn eigen Don't Mess With Texas slogan bedenken. En Don't Mess With Texas loopt al 30 jaar. Dat is een enorm succes. En dat is eigenlijk wat je doet. Je spreekt die mensen niet aan op milieubewustzijn, maar je spreekt ze aan op hun liefde voor Texas. En die hebben ze. Mensen zijn extreem patriotisch in Texas. Dus puur omdat ze niet willen dat er gerotzooid wordt met hun geliefde Texas. En omdat Willie Nelson het voor ze ging zingen bijvoorbeeld en anderen. Dus die zong een variant op zijn eigen liedjes, waarin Don't Mess With Texas opeens in de lyrics zat. En allerlei andere beroemde Texanen hebben in die campagne opgetreden. En je ziet dat je op die manier zelfs dit soort mensen die massaal op Trump stemmen en helemaal niet groen zijn, dat je ze toch mee kan krijgen voor positief gedrag. Door ze aan te spreken op iets, een belief system wat ze wel hebben. Tesla is ook een merk wat dat heel goed begrepen heeft. Als er een groen luchtje aan Tesla had gehangen, was het lang zo succesvol niet geweest. Tesla heeft nooit iets over het milieu gezegd. Heeft zich nooit van een groene kant laten zien, maar alleen maar benadrukt geavanceerd en sexy. Want dat zijn dingen die heel veel mensen willen. Mensen willen geen green wheels, mensen willen hot wheels. Ja, het klinkt een beetje lullig voor de mensen die green wheels hebben bedacht. Het is fantastisch, natuurlijk een heel goed initiatief, maar jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Ze spreken mensen aan op de dingen die ze heel diep van binnen voelen. Succesvolle mensen willen graag in een auto rijden die geavanceerd en sexy is. En dat die ook goed is voor het klimaat, nou, dat is mooi meegenomen. Maar dat was niet de primaire driver. Op dit moment de meest bestelde auto, die staat hier achter me volgens mij in het midden. En volgens mij is dat niet vanwege het klimaat, maar vanwege een kleine nudge in de belastingwetgeving.
Het team luchtkwaliteit van de gemeente Amsterdam die doet het ook heel slim. Die gaan naar bedrijventerreinen en daar proberen ze de veelrijders, de dieselrijders, in een elektrische auto te krijgen. En hoe doen ze dat? Ze gaan naar zo'n bedrijventerrein, ze zetten daar 5, 6 mooie elektrische auto's neer. En ze roepen de veelrijders erbij en ze zeggen, ga maar eens even lekker rijden. Een beetje een rondje rijden. Ze delen die sleutels uit of die kaartjes, wat het zijn. En die mensen gaan een beetje rijden en die zeggen, oeh, dat trekt wel lekker op, zeg. En intussen drinken ze binnen een kopje koffie met de financieel directeur. En de financieel directeur die rekenen ze voor met een laptopje, laat ze zien hoe snel je dat terugverdient. En dat het eigenlijk economisch gewoon de beste keuze is voor het bedrijf. Nou, dan kom je dus bij twee pure ego-motieven, snel optrekken en snel terugverdienen. Ja, het is heel plat, maar zo krijg je die 95% in beweging. Door ze aan te spreken op de motieven die ze al hebben. Dus het team luchtkwaliteit laat alle praatjes over schone lucht en hoe belangrijk het is voor onze kinderen en voor ons welzijn enzovoort, laten ze allemaal achterwege, maar krijgen die mensen mee met de argumenten waar ze gevoelig voor zijn. Waarom moeten we deze man kennen? Frank Luntz. Frank is de koning van de framing. Hij werkt voor de Republikeinen, dus echt wel de dark side. Hij is ook de man die bedacht heeft dat, hij zei global warming, dat is echt wel heel erg vervelend, want daar raken mensen van in paniek en dan gaan ze democratisch stemmen. Weet je wat, laten we het climate change noemen. Dat is wat neutraler. Dus die hele term hebben we aan hem te danken. Hij is een man die goed termen kan bedenken. Hij heeft ook in plaats van het woord Washington, van het woord government, zeggen Republikeinen alleen nog maar Washington als ze het over de overheid hebben. En daarmee maken ze het eigenlijk, klinkt het slechter dan de government. Government is eigenlijk best goed. Hè? Die haalt je vuilniszakken op en die zet lantaarnpalen neer. Maar als je Washington zegt de hele tijd, dan klinkt het als dat is de bureaucratische bolwerken. Daar is iedereen tegen. Nou, dat soort dingen verzint deze man. Dat is echt puur foute man. Hij adviseerde Bush al om altijd te benadrukken, als hij het over climate change had, wat Bush natuurlijk liever niet deed, om dan de scientific uncertainty te benadrukken. En ook de unfair economic burden. Dus het moest vooral de economie niet schaden. Maar hij is gedraaid. Hij is naar de rebellenkant gegaan. Ik maak het kort hoor. Ik ben over mijn tijd heen. Dus Frank is naar de goede kant gegaan, maar hij zei wel, je moet iets veranderen aan de manier waarop je dat brengt, dat verhaal. Je moet niet meer praten over sustainability, want dat is niet waar iedereen warm voor loopt. Je moet praten over cleaner, safer, healthier. Daar moet je over praten. Dat zijn dingen die iedereen wil. Dus als je die 95% in beweging wil krijgen, die 5% is makkelijk. Die 5% is al lang overtuigd. Die zit hier vertegenwoordigd in de zaal. Die mensen die gaan altijd mee. Maar het klimaat geeft maar om één ding. En dat is om gewoon grote getallen, heel veel mensen meekrijgen. Als je heel veel mensen wil meekrijgen, dan moet je dit soort woorden gebruiken. Taal is ontzettend belangrijk. En handelingsperspectief natuurlijk. Dus als je zegt tegen mensen, we gaan van het gas af, en je vertelt niet waar ze aangaan, dan worden ze geïrriteerd. En dan pak je ze alleen maar iets af. Je kan beter zeggen, in 2021 ga je aan een warmtenet. Dat is veiliger, gezonder, schoner, enzovoort. Handelingsperspectief. Kijk, een positieve toon, dat helpt natuurlijk ook. Als nou Sharon Dijksma dit had gezegd. In plaats van het eindstadium aan te kondigen, van uiteindelijk gaan we die auto's verbieden, dat is pas over 10 jaar. Maar als ze dat eindstadium nou niet meteen had genoemd, maar gewoon de eerste praktische stap die je kan zetten, dan had die Amsterdammer in zijn autootje, die had dan dat gedacht. Ja, toch? Nou, ja, het is misschien een beetje simpel, maar je ziet wat een groot verschil het is. En er valt ook helemaal niks in te koppen. Ja, volgende auto wordt de elektrische. Ja, en? Wat kan je daarover zeggen? Niks. Ja? Dus hoe je het brengt, maakt alles uit. Echt voor een heel groot deel van de mensen. En verder is het belangrijk om het sociaal ook te maken. Daar is al wat, eerder wat over gezegd door Eva, dus ik zal dat achterwege laten. Maar als je bijvoorbeeld als één duurzame buurman op het dak klimt om zonnecellen te installeren, dan denkt iedereen, oh, daar heb je hem weer. Maar als er een bedrijf komt die zegt, ik doe het voor de hele straat, ik geef jullie allemaal 0 op de meter en jullie krijgen nu een groepskorting, dan gaan we allemaal niet per se omdat het groen doen moet voor het klimaat, maar omdat we gewoon niet achter willen blijven. Zo werkt de postcode loterij ook. Je wil niet de enige zijn die geen miljonair wordt in de straat. Je wil ook niet de enige zijn met een onduurzaam huis en een gigantische energierekening. Volgens mij krijgen we op die manier de mensen mee. Nou, dit is een feitje. Dus dat zijn mensen die gekozen hebben voor zonnepanelen. Die kiezen daarvoor heel treurig om het financiële voordeel. Maar dat is wel vaak hoe het gaat en hoe het werkt. En tenslotte is het aardig nog
dat we altijd denken dat we eerst de attitude moeten beïnvloeden om het gedrag te beïnvloeden, maar soms werkt het gewoon andersom. En dat zie je eigenlijk, hè, als mensen glas naar de glasbak gaan brengen, worden ze recycling-minded. Als mensen eenmaal elektrisch rijden, dan raken ze ervan overtuigd dat dat die kant op gaat. Als je eenmaal zonnepanelen op je dak hebt, dan geloof je in de energietransitie. Dus het is vaak veel beter om eerst naar dat gedrag te kijken en niet meteen te beginnen met een aanval op jouw attitude moet vergroenen. Goed. Dat was mijn verhaal. Ik had er ook nog samengevat, maar ik ga daar heel snel doorheen klikken. En ik ga jullie bedanken voor je aandacht. Ja. Daan, heel veel dank. Je laat eigenlijk zien, eco versus ego. Waar moet je nou op hameren, aantrekken of het voordeel van laten inzien? Ja. Niet de kant die we vaak doen. En is dit nou een geheim wat bewaard is gebleven voor de grote bedrijven? Dat is dus zeker niet zo. Ik wil Daan nog een keer heel hartelijk bedanken en dan de volgende spreker op het podium uitnodigen. De volgende spreker is professor Dr. Robert Deur. Hij is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, bij de Erasmus School of Economics. En hij is mijn held omdat hij twee talen spreekt. Hij spreekt namelijk wetenschappelijk. En hij spreekt, hoe moet ik het noemen, Haags. Maar ja, Daan heeft net uitgelegd dat dat dus heel negatief is soms. Want Washington is Haags. Maar ja, hij is het de man die de beleidsmakers in Den Haag kan overtuigen van het nut om dingen eerst in het klein uit te testen en dan pas groot uit te rollen. En dat heeft hij met een enorm aantal studies gedaan. En een van de dingen die hij straks gaat laten zien, heeft te maken met zo'n publiek goed, zoals economen het noemen. Dus waarin, precies wat Daan zei, eco versus ego eigenlijk tegengesteld zijn. Robert. Ja, dankjewel Eva voor deze geweldige introductie. Ik zal proberen mijn Rotterdams accent een beetje in toon te houden. Haags praten, daar heeft mij nog nooit iemand beschuldigd. Maar ik doe mijn best als ik in Den Haag ben. Er is ook voor de overheid heel veel te doen om het beleid, de intenties achter beleid, om die een veel betere kans te geven. Vroeger dachten beleidsmakers vaak, we moeten het hebben over belastingen, we moeten het hebben over subsidies, we moeten misschien nieuwe regels stellen. En als we dat dan eenmaal hebben gedaan, dan is het gewoon wachten tot het beleid een succes is. Tegenwoordig weten we wel beter, gelukkig. Belastingen en subsidies en regels, die moeten ook aan de mens gebracht worden. Het is niet automatisch zo dat iedereen daarvan op de hoogte is, laat staan zich daarnaar gaat gedragen. En dat geldt voor ons burgers, maar dat geldt even goed voor bedrijven. Er wordt soms van grote bedrijven verwacht dat ze zich heel rationeel gedragen, dat ze zich als een soort van homo economicus de kosten en de baten calculeren en dan ook heel gevoelig dus zijn voor allerlei belastingmaatregelen en subsidies. Maar we hebben recent een studie gedaan en ook daar bleek weer uit, dat geldt lang niet voor alle bedrijven. De studie ging over een hele substantiële subsidie. Een subsidie voor bedrijven die oudere werklozen in dienst nemen. Nou zal u zeggen, bedrijven die oudere werklozen in dienst nemen, bestaan die bedrijven dan? Nou, veel meer dan u misschien zou denken. We hebben dat bekeken in data van het CBS. Het CBS houdt het hele land in de gaten. Dus daar heb je in één keer alle bedrijven van Nederland waar je kunt kijken welke mensen worden nu aangenomen. En ook voor mij verrassend veel oudere werklozen worden aangenomen door bedrijven. Maar de overheid dacht, dat moet een schepje bovenop. Dit is een kwetsbare groep, die moet meer geholpen worden. Dus er werd een subsidieregeling in het leven geroepen. En dat was een hele substantiële subsidie. €7.000 per jaar als je een oudere werkloze fulltime in dienst neemt. En die regeling geldt dan 3 jaar. Dus je kan in totaal €21.000 als bedrijf als subsidie binnenhalen. En het enige wat je hoeft te doen is op een formulier dat je sowieso al moet invullen, een kruisje zetten in het juiste hokje. En je moet die net aangenomen oudere werklozen, die moet je ook nog eventjes een middagje naar het UWV of de gemeente sturen om de juiste verklaring op te halen. Maar goed, een kruisje zetten en een formuliertje laten halen om €21.000 binnen te halen, dat is een goede deal, zou je zeggen. Welk bedrijf laat dat liggen? Nou, wat we in de data zien is dat er heel veel bedrijven zijn die dat laten liggen. Ze nemen wel oudere werklozen aan.
ze komen in aanmerking voor de regeling, maar ze weten het niet of ze willen het niet. Of nou, een mix misschien ook daarvan. Nou, dat was zeg maar het grote raadsel. En samen met het ministerie van Sociale Zaken zijn we aan de gang gegaan om te kijken van, hey, hoe kunnen we nou van die regeling een groter succes maken? Maar vanavond wil ik het hebben over het thema van vanavond. Dat is duurzaam gedrag. Dus vanavond ga ik nu inzoomen, niet op die werkgevers die wel of niet op belastingen en subsidies reageren, maar ik ga het hebben over het gedrag van burgers. En ik ga u meenemen naar Rotterdam. Naar een aantal wijken, woonwijken in Rotterdam. Waarom neem ik u mee naar Rotterdam? Nou, dat heeft niet te maken met dat het probleem dat ik ga bespreken puur Rotterdams is. Dat probleem dat komt even goed voor in Den Haag, in Utrecht, zelfs in Amsterdam komt het voor. En dat is het probleem dat niet iedereen heel netjes met zijn huisvuil en met zijn grof vuil omgaan. Waarom ga ik dan toch met u mee naar Rotterdam? Dat is omdat we in Rotterdam een aantal jaren geleden een wethouder hadden. En die wethouder die zei, het is mijn menens met dit probleem. Ik wil echt iets doen aan dit probleem. En ik wil niet blind staren op de oplossingen die mij voorgeschoteld worden door consultants of door beleidsambtenaren of door nee. Ze zei, ik wil zien dat het werkt. Ik wil hard bewijs verzamelen in mijn eigen stad Rotterdam. Nou, en zoals Eva daarvoor ook al even schetste, dat is ook iets wat wij wetenschappers graag doen. Hard bewijs verzamelen over gedrag van mensen. En dus was er snel een mooie coalitie gesmeed. En wat we in een paar jaar tijd hebben gedaan is een aantal oplossingen, een aantal interventies waarvan we met z'n allen dachten, nou, dat zou wel eens wat kunnen helpen en een kans geven en bewijs verzamelen. En met z'n allen bedoel ik daarmee niet alleen de wethouder en wij onderzoekers, maar vooral ook waren de mensen uit de wijken aangesloten, via bewonerscommissies en dat soort organisaties. En de mensen op straat die het werk doen. De mensen op straat die onze troep opruimen. Daar hebben we ook heel uitdrukkelijk allerlei ideeën opgehaald en allerlei ideeën eerst getoetst om te zien wat zij ervan vonden. Nou, en dit is dus die context. Hier ziet u zo'n afvalcontainer in een straat in Rotterdam. We hebben daar honderden, zo niet duizenden van in Rotterdam. Er staat op restafval. Het idee is dat je daar dus je vuilniszakken en je klein grof vuil in deponeert. Het is een open systeem. Je kunt het gewoon open doen en dan er iets in doen. En dan valt het naar beneden. Er is een hele grote container onder. Het is dus gratis om van je afval af te geraken. Daar zit ook het idee achter van, nou, we moeten het gemakkelijk maken. We moeten vooral geen hindernissen opwerpen. En zoals vooral goed te zien is op de schermen aan de zijkant, hè, er is al het een en ander gedaan aan het, laten we zeggen, reclame maken voor de financiële belangen die hier op het spel staan. Hè. Dus zoals op de sticker te zien is, is er een boete. En die is in Rotterdam heel substantieel. €115 voor als je gesnapt wordt dat je spullen naast de container zet. Dus dit is de context die we bestuderen. En nu is het probleem dat heel veel mensen, ondanks dat het ze makkelijk wordt gemaakt, ze niet het juiste doen. Dus wat we hier bijvoorbeeld zien zijn een aantal vuilniszakken met tuinafval. He, daar zitten dan die takken doorheen gestoken, waardoor ze ook een beetje moeilijk in de container gaan. Dus daarom zijn ze er waarschijnlijk maar naast gezet. Er zijn ook wat kastjes die er helemaal niet in passen. Dan zou u zeggen, ja, maar hier maakt de gemeente het toch ook wel erg moeilijk voor de bewoners. He, want hoe moet je nou van zo'n kastje afgeraken? Nou, daar is ook iets op bedacht. En dat is, in Rotterdam kun je dan bellen naar de gemeente. Daar is een nummer voor. En dan binnen enkele dagen rijdt er een vrachtauto voor en die neemt jouw kastje mee. Maar het is niet de bedoeling dat je dat zomaar naast de container zet. Nou, dit is één van de foto's die wij in onze collectie hebben. Het is lang niet de meest extreme. Hier zien we wat eigenlijk een extra probleem is. Hè? Het is natuurlijk helemaal niet mooi als je in je wijk allemaal vuilniszakken en troep hebt staan. Maar in Rotterdam hebben we ook heel veel van die zeemeeuwen. En die gaan al heel snel pikken in van die vuilniszakken, waardoor het door de hele straat heen slingert. En ook alweer allerlei ongedierte aantrekt. En dit is de meest extreme foto die wij in onze collectie hebben. Hier is heel erg driftig een zolder opgeruimd en alles ernaast gegooid.
En ja, je wil hier natuurlijk niet omheen wonen. En dit is dus dat publieke goed ook waar Eva het over had. Hè. Dus we hebben hier allemaal last van. Eén iemand is van zijn afval af op een makkelijke manier. Maar je hebt er allemaal, last van. Nou, en wat kun je hier nou aan doen? En we hebben dan verschillende dingen getest. En ik zal er dan vanavond drie belichten. En ik ga nog niet verklappen wat de effecten zijn, want dat gaat u zo meteen raden. En het eerste is eigenlijk een heel simpel idee. Dat is, verstrek nu wat meer informatie over hoe je het goede kan doen. En dat werkte met deze magneet. Ik heb er ook eentje meegenomen. Het is een kleine magneet. En het idee is dat, ja, als je dit verspreidt in de wijk, dat mensen dat op hun koelkast plakken. En als ze dan weer eens een keer van die doosjes of van die kasten hebben die niet in de container passen, dat ze dan heel makkelijk even kunnen kijken van, oh ja, wat was ook weer de bedoeling? Nou, dan moet je 14010 bellen en dan kun je een afspraak maken en dan wordt het opgehaald. Werkt zo'n koelkastmagneet? Nou, dat ga ik dus nog niet verraden, maar we hebben het uitgebreid geëxperimenteerd. Hoe? Nou, in de wijk Spangen, daar heb je zo'n 90 van dit soort containers. En rond een willekeurige 45 van deze containers is deze koelkastmagneet verspreid. Samen met een kort briefje van de wethouder. Niet gecheckt door het schrijfteam van Eva. Maar toch, we hebben het geprobeerd heel simpel en kort te houden. En bij de andere 45 containerlocaties is dat niet verspreid. En nou, dan is er geturfd. Dagelijkse basis, een aantal weken lang, om te zien of de verspreiding van de koelkastmagneet zoden aan de dijk zetten. Dat was de eerste interventie. Dan de tweede interventie, die is ietsje minder vriendelijk. Dat is een waarschuwing, die onderstreept nog eens dat er een boete is. En hoe deden we dat dan? Want er waren al die stickers op die containers, maar toch was het idee dat mensen niet voldoende bewust waren dat er werkelijk een kans was dat ze werden gepakt. Dus er werden stickers geplakt, dit soort dozen en tassen en vuilniszakken, waarop stond, dit is aangetroffen door stadstoezicht. U ziet hier ook iemand van stadstoezicht die ook boetes kan uitdelen. En daar werd ook nog de boete op vermeld. Dat was de tweede interventie, de waarschuwing. En tenslotte, de derde interventie, die was eigenlijk het meest spannend. En misschien zelfs ook een beetje tegen de intuïtie in. De derde interventie was om minder vaak te gaan schoonmaken. Want die burgers in sommige wijken in Rotterdam, die maken er een ontzettende puinhoop van. En de reactie van de gemeente Rotterdam is jarenlang geweest om heel vaak schoon te maken. En eigenlijk steeds meer schoon te gaan maken. In sommige wijken komt de afvalophaaldienst minstens één keer per dag langs. En die rijden met een truck vol met spullen de wijk weer uit. Elke dag weer. Nou, en dat beleid van het vele schoonmaken, dat is wel interessant om te vertellen, dat beleid dat is gebaseerd op wetenschap. Want een jaar of 15 geleden stond er in Science een heel mooi stuk van een aantal Groningse psychologen, onder andere Kees Keizer, Linda Steg, Sigvard Lindenberg. En wat zij lieten zien is dat als er wanorde is in de buurt, dat dat leidt tot nog meer wanorde. Dus meer rommel op straat, gingen mensen nog meer rommel maken. Graffiti op de brievenbus zette aan tot het stelen van geld. Allemaal hele interessante experimenten. En die experimenten die zijn geland in de beleidswereld. Als ik beleidsambtenaren bij gemeenten spreek, weten ze heel vaak over die studie. En de les die ze eruit trekken is, maak heel vaak schoon. Nou, zo ook in Rotterdam. Maar op een gegeven moment ging het toch een klein beetje knagen. En waarom ging het knagen? Nou, sommige van de mensen die dagelijks dit schoonmaakwerk doen, die kregen het gevoel, de burgers hebben ons door. De burgers merken dat wij hier elke dag schoon komen maken. Dus als ik die doos van die televisie heb of ik heb een oude koelkast, wat zal ik me druk maken om dat naar de gemeentewerf te brengen of de dienst te bellen? Ik zet het er gewoon neer en binnen 24 uur is het weg. De gemeente maakt het je gemakkelijk. En dus kwam er het idee, moeten we niet eens proberen om uit te vinden wat er gebeurt als we juist minder gaan schoonmaken. Als we laten zien aan de mensen, je moet zelf meer voor je buurt zorgen. Nou, dat vergt natuurlijk enige tijd. En de tijd hebben we ook gekregen. We hebben dat 3 maanden lang geprobeerd in een deel van een wijk, in een andere deel niet. Ja, en straks zult u horen wat de effecten daarvan waren. Dat kan beter uitpakken als mensen zich realiseren van, hey, ik moet nou echt zelf wat meer voor mijn buurt zorgen. Maar het kan evengoed, in lijn met de studie in Science, kan het andersom uitpakken. Er is meer troep op straat, mensen kopiëren dat, er komt nog meer vuil bij. Nou, straks komt
het antwoord. Wat was dit? Dit experiment met minder schoonmaken? 2015. 2015? Ik ben een echte fan, hè? Ja, dankjewel. Ja. Robert, dankjewel voor het inleiden van deze drie maatregelen waarover jullie nu mogen gaan stemmen. En we houden onze pokerface vast. Pak je telefoon weer. We komen zo nog even bij Robert terug om te vragen wat er dan daadwerkelijk gebeurd is. Pak je telefoon. We beginnen met maatregel 1 en wat jullie denken dat het effect daarvan is. We hebben al heel veel winnaars. Ja. Oké, dus denk nou, hoeveel effect denk je dat koelkastmagneten hebben op de hoeveelheid afval bij de afvalbak? Naast de afvalbak. Uh-oh. Ja. Yes, deze staat dicht. Sommige mensen hebben het goed, hoor ik al. We hebben nog 2 vragen te gaan. We gaan door naar de volgende maatregel die Robert heeft uitgetest. Ja. Next. Oh, nee. Oh, doe deze nog even dicht. Mensen, ik had jullie gewaarschuwd. Dit is een experimenteel programma. Dit is een... kan nog heel spannend worden. Ik wil jullie na deze 3 interventies ook nog vragen wat jullie denken dat andere mensen zouden willen dat er zou gebeuren in deze stad, of tenminste hun eigen stad. Denk daar vast over na. Welke van de 3 interventies zou jij, zonder dat je weet hoeveel effect ze hebben, nou graag zien dat de gemeente uitrolt over jouw wijk? Hij is vastgelopen, of niet? Ja. Niet voor jullie. Waarschuwingsstickers. De volgende interventie. Hoeveel effect hebben de waarschuwingsstickers, dus die gele strips die op de vuilniszakken zelf werden geplakt? Aan de linkerkant staat dus ai, ze leverden juist meer afval op. Verder naar rechts staat, ja, ze deden het goed. Het leverde minder afval op. Ja, oké. Dan gaan we door met de volgende interventie en de laatste van deze avond, de 3e. Oh, oh, oh. Jammer. De laatste interventie, de mensen van jullie die hun ogen nog dicht hadden, maar dat zijn er vast weinig. Laten we het dan zo doen. Laten we het met handopsteken doen. Wie van jullie dacht dat het minder ophalen van vuilniszakken een positief effect zou hebben? Heel veel mensen. Dat is... Positief betekent gunstig? Positief, ja, dankjewel. Positief betekent gunstig, dus minder afval op straat. Oh, dit heb ik helemaal verkeerd gedaan. Dankjewel. Wie van jullie dacht dus inderdaad dat het minder ophalen van afvalzakken tot effect zou hebben dat er minder afval op straat zou liggen? Nee, jawel. Dit was goed begrepen door de helft van de mensen. Maar, ongeveer de helft van de zaal. Wel erg beïnvloed door jouw toelichting. Ja. Dat contra-wetenschappelijk bewijs, dat eerste bewijs. Dus eerst dacht ik van dat gaat geen enkel effect hebben. Mm-hmm. Juist contra. Door jouw toelichting dacht ik wat meer, want het gaat wel werken. Dus ik ben een beetje op een bepaald spoor. Het doet het niet. Ah, nou, dat was niet de bedoeling, ja.
Ja, nou ja, dat was niet de bedoeling, maar deels ook een beetje wel. Want we wilden natuurlijk dat jullie niet te zeer van tevoren al zouden denken, ja, minder. Dat gaat natuurlijk leiden tot heel veel meer afval. Dat is wat Eva net heeft uitgelegd over dat sociale effect en die troep en zo. Ja, oké. Okay, we hebben de eerste twee interventies fatsoenlijk uitgetest. De derde niet. We nemen die eerste twee straks mee in de resultaten. We willen jullie nu graag nog een vraag stellen. Wetend wat het effect van die laatste is. Ik gok dat jullie die dan misschien maar niet over je eigen stad uitgerold zouden willen hebben. Nu we dat al in Rotterdam hebben geprobeerd. Wat zouden jullie willen? Mag ik daarvoor weer de Mentimeter zien dan? Wat zouden jullie willen dat er wordt uitgerold in jullie stad? Maar is dat wetende wat het effect is? Die eerste twee weet je dus nog niet wat het effect is, inderdaad. En voor beleidsmakers is dit dus een hele reële vraag. Je gaat wat doen, je denkt, ja, stickers, laten we maar doen. Maar je hebt geen flauw idee hoeveel effect dat heeft. Ik kan hem niet zien, maar volgens mij kunnen jullie stemmen. Ja. Ja. Ja, de resultaten worden nu niet geshowt, maar je kunt... Ik wil, oh, er moet nog eentje terug, als dat nog kan. Is de vraag over jezelf? Nee, er zat hier nog een vraag voor. Jullie zijn echt vreselijk proefkonijnen en dit is wat er dus ook in het lab en op straat fout gaat. Het is heel lastig om dit soort dingen te meten. Ik wilde eerst aan jullie vragen, wie van jullie wil dat dit wordt uitgerold? Maar laten we het hand opsteken doen. Wie van jullie wil dat de koelkastmagneet... Nu komt de koelkastmagneet op je telefoon, maar steek je hand op, want dan zie ik het ook. Wil dat de koelkastmagneet bij jullie in de straat wordt geprobeerd? Ja? Dit is denk ik een derde, een kwart. Wie van jullie zou willen dat de waarschuwingsstickers, die dus op de vuilniszakken zelf worden geplakt? Of in deze. Ja, want de gemeente heeft niet een ongelimiteerde hoeveelheid geld om stickers uit te delen. Dit waren er meer. Oké. En nu dus de moeilijke vraag die je op je telefoon kan invullen. Wat denken jullie dat mensen willen? Ik heb hem net een beetje weggegeven. Denken jullie dat veel mensen zouden instemmen zonder dat ze het effect wisten met die derde interventie? Minder vaak schoonmaken. Wat zei je? Komt ie? Intel, op de mic. Ja, bij dat minder vaak schoonmaken, wordt het dan aangekondigd? Is dat in een campagnevorm? Of is het gewoon in één keer dat mensen zelf maar moeten signaleren van... hey, waar blijven die vuilniswagens nou? Ja. Dat vind ik nog wel een groot verschil. Ja. Zal ik dat... Ja, die is voor jou. Dus daar hebben we het in Rotterdam over gehad. Sommige mensen zeiden, je moet dat groots aankondigen. De mensen moeten het weten, dan heeft het veel meer effect. Anderen zeiden nee, want dan zit je vooral te meten wat het effect is van een soort promotiecampagne. Laat het afval maar spreken op straat. Nou, uiteindelijk is gekozen voor die laatste optie. En wat ik misschien ook nog even moet onderstrepen is dat het schoonmaken niet helemaal werd weggenomen. Het werd teruggeschroefd naar de reguliere frequentie. En in Rotterdam is dat 2 keer per week. Dus zeg maar de extra werd weggenomen. Dat was de interventie. Ja. Ja. Nee, niet in stapjes. Nee, in één keer. Ja. Ja. Dan zou ik nu willen vragen, ik denk zonder dat we de resultaten zien, wat het effect was van de eerste maatregel die je hebt uitgeprobeerd. Dus de koelkastmagneet. Kan ik het verklappen? Ja, ja, we gaan het Ja, dat had dus helemaal geen enkel effect. Dat was werkelijk, ja. Daan zit te glimlachen hier, hè, op de eerste rij. Echt een nul gewoon. Dus wat er was niets te zien. Op korte termijn niet, op lange termijn niet. Denk je dat mensen ze hebben weggegooid, de magneten? Mensen hebben geen stalen koelkasten. Nee, stalen koelkasten, ja. Ja, misschien is dat het, ja. Ja. Nee, wij waren daar dus heel teleurgesteld over. Eigenlijk met veel. Dus er waren ook wel wat mensen sceptisch. Net over al die verschillende interventies. Er waren mensen heel enthousiast. Er waren mensen sceptisch over. Maar de meeste mensen hadden toch wel het gevoel van... nou, dit kan toch wel een stapje in de goede richting zijn. Maar het deed helemaal niets. En dat is desalniettemin, ondanks de teleurstelling, toch ook een nuttige les. Dus de nuttige les die is getrokken is om dit niet verder uit te rollen naar de rest van Rotterdam. En ik vermoed dat als de wethouder niet zo'n
ja, open blik had en nieuwsgierig was naar hard bewijs, dat dit wel in één keer gewoon in heel Rotterdam was uitgerold. Want er was voldoende positief gevoel over. Ja. Ja, en hier in de zaal dus klaarblijkelijk ook, want dit is degene die gelukt is. En hier zie je dat toch een groot deel, de helft van de zaal bijna, heeft gezegd, ja, dat leidt wel tot 10-20% minder afval. Ja. Dus geld bespaard voor Rotterdam. De volgende kunnen we niet laten zien wat jullie hebben gedaan, denk ik. Maar wat was het effect van die gele stickers? Ja, dus die waarschuwingsstickers, die werkten wel. Niet heel fors. Het was niet zo dat door de waarschuwingsstickers het probleem helemaal weg was. Het ging iets van zo'n 20% of zo achteruit. Het was wel interessant om te zien dat je dat effect zag je eigenlijk van de een op de andere dag, zeg maar. Vanaf dat de stickers werden geplakt, zag je dat het zo'n 20% afnam. Het werd ook niet sterker door de tijd. Want ook dit hebben we gedurende een lange tijd hebben we dat volgehouden. Het was niet zo dat zich dat dan verder doorontwikkelde of zo. En toen het gestopt werd, het stickeren, want op een gegeven moment is het gestopt. Toen zag je ook, hop, dat het weer terugging. Ja. Was die 20% winst, die was weer verdwenen. Dus ja, dat wijst er toch wel op dat mensen heel impulsief reageren. Ze lopen met die zak of dat stuk vuil naar die plaats. En zien dan die stickers en denken, even die reminder van. En dat doet dan blijkbaar in orde van grootte van zo'n 20% iets. Maar als het weg is, is het ook weer verdwenen. Ja. Waarom het op een gegeven moment werd gestopt, is het is een behoorlijk arbeidsintensieve interventie. Want dan moeten de hele tijd mensen op straat zijn die die stickers plakken. Ja. Er werd uiteindelijk gekozen dat dit de 20% daling niet waard was. Ja. Toch is dat ook inderdaad wat jullie, degene van jullie die deze hebben ingevuld, dachten. Ja, inderdaad. Deze vertrouw ik niet helemaal, dus nemen we ook niet mee. Nog heel kort, als je zou willen vertellen wat het effect was van die laatste interventie, van dus het minder vaak ophalen. Ja, dat minder vaak ophalen, dat had een desastreus effect. Heel ongunstig dus. Dus minder vaak ophalen leidde ertoe dat er tot wel 50%, soms zelfs meer, extra werd bijgeplaatst. De eerste weken, want we hielden dat heel nauwgezet in de gaten. Want ook de lokale bestuurders, die vonden dit natuurlijk best heel spannend, hè. En er was ook voorzien in een noodrem. Dus als het echt uit de hand zou lopen, dan kon het binnen 24 uur weer terug naar hoe het was. Dus dat werd heel nauwgezet in de gaten gehouden. En kijk, de eerste 2 weken of zo waren we niet heel erg teleurgesteld of verrast. Want er is dat onderzoek in Science wat laat zien dat als er meer rommel is, dan gaan mensen nog meer rommel maken. En op korte termijn hadden we dat effect misschien ook wel verwacht, hè? Mensen imiteren, mensen denken, oh, mijn buurman doet het ook. Maar wat we toch ook hoop op hadden was dat er is hier werkelijk iets veranderd. Het is niet langer meer zo dat als ik iets op straat gooi, dat de gemeente achter mij aanloopt en het binnen 24 uur allemaal weer schoongemaakt heeft. Ik kan misschien beter wat netter met mijn eigen vuil omgaan. Want anders heb ik er zelf of mijn kinderen nog dagenlang last van. Nou, dat trad dus niet op. Nee. Niet na 3 weken, niet na 4 weken. We hebben dat 3 maanden lang volgehouden en het bleef eigenlijk ongeveer zo slecht. Ja. We zagen wel ietsje een toename in de telefoontjes naar de gemeente voor het ophalen van grof vuil. Dus vanuit de punten waar dus minder werd schoongemaakt. Dus er lijkt wel iets van een reactie. Maar verreweg het dominante effect was dat er juist meer werd bijgeplaatst. Dus in dit geval de studie van de psycholoog uit Science, die vooral naar het korte termijn effect keek, bleek in deze Rotterdamse wijk ook op lange termijn op geld te doen. Ja. Een tragisch resultaat wat ik als moeder van een 4-jarige een beetje had voelen aankomen toen ik je stuk las. Maar jullie hebben nu gezien wat er het effect van is. Dankjewel, Robert. Ja, graag gedaan. Dan wil ik nu de laatste spreker van de avond op het podium uitnodigen. Xander Kotvis. Hij is, ik ga spieken, want het is een te mooie titel en ik ben bang dat ik hem fout zeg. Hij is, hou je vast, a Revolution Manager bij Revolution Foundation. En ik wil jou heel graag een aantal vragen stellen, omdat Xander, die onderzoekt dus eigenlijk hetzelfde soort dingen, maar dan op een heel andere manier, namelijk eigenlijk een beetje zoals die plaatjes die je hier ziet. Hij bekijkt een soort van mini-steden, als ik het zo mag noemen. Wil je zeggen wat je doet bij Revolution? Zeker.
Nou, eigenlijk is de term of de functietitel Revolution Manager een hele fancy naam voor Sustainability Manager, oftewel Duurzaamheidsmanager of Coördinator. Maar ja, het is zo'n grote beweging die we met z'n allen moeten voortduwen, dat je het best goed gewoon een revolutie mag noemen, dus dan doen we dat ook. En in principe zijn wij constant bezig het hele jaar door om voor een aantal verschillende muziekfestivals aan de ene kant te zorgen voor een soort circulaire blauwdruk, voor een soort organisatieblauwdruk. Van hoe kan je evenement nou zo circulair mogelijk organiseren en vormgeven. En daarnaast zorgen we er ook voor dat dat soort blauwdrukken en interventies en projecten ook echt worden geïmplementeerd. Dus het is eigenlijk een soort tweeledige functie. Ja. En een inderdaad een revolutionaire. Want hoe ziet dat er in de praktijk uit? Je hebt een festival en wat ga je dan doen? Ja, we beginnen eigenlijk altijd bij, wat mij betreft, stap 0. Die zie je hier precies in het midden. En deze neem ik eigenlijk altijd mee. Mm-hmm. En nou, wat we altijd doen aan het begin van het traject is, we zorgen ervoor dat we een overzicht hebben van alle verschillende stromen. Dan moet je denken aan energie, water, grondstoffen. Dus een ander woord voor afval. Dat is ook al een mooie manier van framing waar we het net ook over hebben gehad. Dus we kijken heel goed. Wat gebeurt er precies? Hoe zien we er zelf uit? Dus we kijken eerst in de spiegel. En dat doen we door middel van zo'n soort analyse. Dit is een material flow analyse. Oftewel een materiaalstroom analyse. En het is een wetenschappelijke methode. Dus een input-output model. Dus aan de linkerkant zie je verschillende stromen die het festival instromen. Nou, dit is het voorbeeld van digital. Dus aan de linkerkant zie je bovenin bijvoorbeeld energiestromen, je ziet waterstromen, infrastructuur, decoratie, voedsel aan de onderkant. Nou, dan gaan we feesten, dansen. Dan zie je aan de rechterkant de eerste kolom, zie je alle verschillende materialen die het festival uitstromen. Dus dan heb je het over CO2-uitstoot. We kunnen ook berekeningen maken op nitrogen, op stikstof. Ja. Daarnaast hebben we andere grondstoffen die het festival uitstromen als grondstoffen, hardcups, bepaalde soorten plastic, water, nou. Bekijk het maar op die manier. En vanuit zo'n soort oogpunt kan je heel makkelijk bekijken wat zijn nou relatief de grootste impacts die wij hebben. En welke processen zijn voor ons de grootste leverage points, oftewel hefboompunten. En vanuit daar hebben we altijd een hele makkelijke opstap richting de strategie en de verschillende projecten. Je zegt eigenlijk, dit is wat ze in de gemeente Rotterdam hadden moeten doen. Eerst even doorrekenen waar het grootste lek zit en dan aan de slag gaan met gedragsverandering. Of waar zit de gedragsfactor? Die zit eigenlijk door het hele festival heen. Ja. Dus naast zo'n systematische aanpak hebben we ook een hele leuke variatie aan verschillende, ik noem ze interventies. Maar eigenlijk zijn het gewoon fysieke projecten op het festival waar mensen ook mee in aanraking kunnen komen. En daarbij moet je denken aan allerlei verschillende soorten interventies. Dus een goed voorbeeld is ons foodcourt. Dat is een foodcourt waarmee we hebben gezegd, we gaan een aantal speerpunten erin verwerken. Eén is, we willen zoveel mogelijk grondstoffen uit andermans lokale voedselketens gebruiken als input voor ons menu. We weten dat 30% ongeveer wereldwijd wordt weggegooid elk jaar. Dus we hebben gezegd, we gaan minimaal 30% van ons menu laten bestaan uit reststromen. En dat is ook echt gelukt. Dus we hebben circulaire pioniers aan het werk gezet met hun menu. We hebben ingekocht bij bepaalde leveranciers die reststromen aanbieden. Dus dat is heel tof. Daarnaast hebben we een totaal plant-based menu. Dus dat is ook al best wel een flinke stap. Dus daar zit voor die arme festivalganger heel weinig keuzeruimte in feite. Jij maakt de makkelijke keuze de enige keuze. Ja. Ja, op sommige punten gaan we heel ver. Ja. We hebben in 2016 de keuze gemaakt om dat menu gewoon volledig plant-based te maken. Want daarmee bespaar je in één keer echt een hele hoop verschillende soorten grondstoffen. Wat doet dat dan in dit plaatje? Hoeveel procent haal je er dan af als je opeens het vlees wegdoet? Nou ja, als je daarover nadenkt en de cijfers erbij gaat pakken, dan zie je dat je bijvoorbeeld voor een beefburger, dus gewoon een koe, heb je ontzettend veel water, land nodig om in ieder geval die beesten te laten groeien. En daarnaast stoten ze methaan uit, CO2-uitstoot is ontzettend groot en die bespaar je op hele grote schaal. Dus dat is een flinke klap in één keer. En daarnaast wil ik ook bij zeggen en bij vermelden dat de vervanging of de alternatieven, die zijn eigenlijk bijna niet te onderscheiden van hetgene wat mensen gewend zijn. We hebben zelfs geëxperimenteerd met een soort anoniem plant-based food court afgelopen jaar in 2019. Dus we hebben niet verteld dat het een plant-based menu was.
En het mooie is dat we een soort reverse, of tenminste een soort omgekeerde logica zagen. Waarbij we mensen aan onze bar kregen van, waarom zijn jullie vlees aan het verkopen? Want jullie zijn volgens mij altijd een heel duurzaam festival. Dus mensen dachten echt dat de burger gewoon vlees was. Of dat de tosti met kip echt kip was. Maar dat was helemaal niet zo. Dus we werden ook gewoon door die mensen weer op ons plek gezet. Terwijl het eigenlijk gewoon een vegetarisch foodcourt was. Ja, dus het was ook niet zo dat zij daar negatief op reageerden. Ik bedoel dus op het niet verkopen van echt vlees. Het was juist zo dat ze het bijna te gek voor woorden vonden. Ja, zeker. In het begin 2016 was het al een moeilijke keus. Maar uiteindelijk zagen we ook dat met die keuze ook heel veel mensen het probleem bijna zelf gingen oplossen. Ja. Dus we hadden een hele grote groep mensen die eigenlijk tegen het handjevol mensen wat echt nee zei. Van ik heb echt mijn burger nodig om te dansen en dit is mijn vrijheid. Mm-hmm. Was er zelfs een groep andere bezoekers die zei, kom op kerel, je hebt het echt niet nodig. En de alternatieven zijn minstens net zo goed. Dus maak je niet druk en we komen er echt wel uit. Ook als je je burger niet opeet. En dat is denk ik wel heel mooi dat het bijna een soort van de norm begint te worden. Maar dat, want ik hoor hier inderdaad allemaal delen van terug uit voorgaande sprekers. Dat lijkt dus inderdaad alsof mensen eerst het gedrag aan het voltrekken zijn en daarna bedenken waarom ze het doen. Ja, omdat mijn vriend zei dat het toch maar moest of daar een sociale norm bij verzinnen. Denk je dat het echt zo werkt dat mensen eerst iets doen en dan er een reden bij verzinnen? Want dat is in feite wat Daan ook suggereerde natuurlijk. Ja, ik denk dat over het algemeen het aller, wat tenminste uit mijn ervaring blijkt, is dat mensen ontzettend vatbaar zijn voor nieuwe ideeën. Zeker op festivals. Dat is natuurlijk het bijna allerbeste voorbeeld van een soort toekomstperspectief, wat we ook echt altijd neerzetten. En als je daarbij de juiste keuzes openlaat, zonder dat je ze daarbij echt duwt in een bepaalde richting. En ze zelf ook ervaren dat het hun eigen keuze is en dat het verder niet heel veel inleveren is of juist misschien wel beter dan wat ze gewend zijn. Zonder dat ze het echt heel erg merken, bijna een soort naadloze aansluiting op hun oude systeem of hun traditionele systeem, terugkomen thuis en dan denken, hey, maar het was eigenlijk een soort totaal ervaring die totaal niet is wat ik had verwacht. Hè? Dus het is geen duurzaam foodcourt, het is geen groene burger, het is geen... dus dat soort dingen doen we niet meer. Maar het is een soort van integraal onderdeel geworden wat bijna naadloos is. En dat is denk ik het hele mooie alternatief. En hier zegt dus de man die mini-maatschappijtjes opbouwt en afbouwt en doorrekent. Zegt probeer het gewoon. Want het pakt eigenlijk verbazingwekkend goed uit. Eigenlijk beter dan de festivalgangers denken. En beter dan de omstanders van tevoren zou hebben gedacht. Zeker. Erg mooi om te horen. Ja, dankjewel Xander Potvis. Blijf nog even staan. Xander, blijf nog even staan. Want dit wordt de afsluitende... Mag ik alle sprekers nog heel even op het podium hebben? We hebben nog één laatste vraag namelijk aan, aan het publiek. Jullie hebben nu een heel scala aan verschillende blikken op gedrag gezien. Jullie hebben een arts gesproken, een econoom. Jullie hebben een communicatiestratege gehoord. Hoe moet ik jou noemen? Jullie hebben al die verschillende blikken... maar dat is echt een moeilijke. Sebastiaan. Ja, al die verschillende blikken gehoord. Wat een wetenschapper vooral wil met zo'n avond als deze... en ik heb een deel van een wetenschapper in mij... is dingen uittesten en oproepen tot meer uittesten. Wat een beleidsmaker vooral wil, is natuurlijk horen... in hoeverre jullie ook willen dat dit soort dingen worden doorgevoerd. Dat is niet helemaal gelukt deze avond zoals we het wilden... maar dit was ook een experiment. Ik ben toch ontzettend gelukkig en tevreden... met de manier waarop jullie, ben jullie daar ook heel dankbaar voor... hebben meegedacht en meegeprobeerd en geduld hadden... met het beantwoorden van Mentimeter. Heel veel dank daarvoor. Dan wil ik de laatste vraag op de Mentimeter oproepen. Namelijk de vraag, wat zijn nu nog gedragsvragen, nu jullie dit hebben gehoord? Hoe verrassend gedrag van jullie zelf kan zijn? Wat zijn de laatste vragen die jullie zouden willen stellen aan deze verschrikkelijk goede sprekers? Maar waar we nu nog maar 3 minuten voor hebben, dus waar we alleen de winnaar van vanavond... ...in... En wij nemen ze mee en er komt gewoon een vervolgprogramma waarin we op die vragen ingaan. Dan wil ik nu vragen aan de mensen die ik heel dankbaar ben daarboven. Die hebben zitten worstelen met het temmen van die Mentimeter voor mij. Of ze één van de winnaars, want er zijn een aantal winnaars, of ze die naar voren kunnen. Er zijn er 4. We hebben 4 winnaars.
ik ga er 4 winnaars wel degelijk uitbetalen, maar ik kan er maar eentje op het podium krijgen. Noem zijn of haar naam en hoe de avatar eruit zag. Je mag hem ook uitbeelden. Hebben we meer dan één Anna? Ja, ik had zelf geen vraag, maar mijn vriendinnetje hiernaast... Ja, één tel voor de mic. Ja. Ik had zelf geen vraag, maar mijn vriendinnetje naast me wel. Dus die mag haar vraag stellen van mij. Leuk. Een altruïstisch ingevulde prijs. Ja. Mijn vraag was, hoe verander je het gedrag van de homo politicus? Wauw, ik ga deze vraag... Dat is een erg mooie vraag... Ik ga deze. Ja, heb je zelf een idee aan wie je hem wil stellen? Of mag ik hem doorzetten naar een van de sprekers? Als iemand een heel goed idee heeft, dan zou ik dat heel graag willen horen. Dus, ja? Ja, jullie hebben er allebei op de linksom of allemaal op de linksom of rechtsom wel mee te maken. We doen weer een Mentimeter. Wie er zijn hand op steekt, mag hem hebben. Xander. Ja, ik heb daar wel een mooi voorbeeld voor. En een mooie aanpak die bij ons best wel veel mogelijkheden heeft geboden. En dat is wanneer je een heel complex systeem of een heel complex geheel of een concept, bijvoorbeeld de circulaire transitie of iets in die trant, duurzaamheid in het algemeen, veel gebruikt woord, volledig betekenisloos. Als je er een van wil maken, dan is het heel makkelijk om een soort, bij ons is het de visual die je net liet zien, daarmee maak je iets wat heel complex is, heel simpel en heel erg goed te begrijpen. En met die data plus het vastleggen van de verschillende stromen die we hebben en het meten van de resultaten, kunnen wij ook heel makkelijk aantonen dat we tegen een aantal grenzen aanlopen waarvoor we bijvoorbeeld een overheid of een gemeente nodig hebben. Dus een voorbeeld, om het heel concreet te maken, is het feit dat wij met hardcups werken, met het statiegeldsysteem. Daarvan helaas komen nog wel eens een aantal op de grond of zijn er een aantal niet meer bruikbaar na het festival, doordat er krassen op zitten of iets in die richting. Maar die cups zijn, als je ze goed opraapt en goed verzamelt als monostroom, kan je ze heel makkelijk mechanisch weer omzetten tot een nieuwe hardcup. Maar volgens de wet is dat verboden, is niet food safe. Terwijl alle verwerkerspartijen zeggen dat is makkelijk te doen. Dus het is een oftewel, hele concrete, ja. Wij krijgen nu hopelijk een subsidie waarbij we dat circulaire traject voor een circulaire drinkbeker die niet meer goed genoeg is voor de standaarden, maar wel weer hergebruikt kan worden. Wij mogen aan de slag om zo'n circulaire keten te gaan onderzoeken. Om te kijken, kunnen we verschillende stakeholders in die waardeketen mobiliseren om dit in de toekomst wel te kunnen doen. Ja, dus als de wet, je hebt gewoon invloed op de wet. Transparant, maak zichtbaar, maak bijna doorzichtig, zoals met de groene en de blauwe bal vandaan, wat de data zijn, hoe het in elkaar steekt, en laat dat zien aan de mensen, en dan gaat die homo politicus ook wel in beweging komen. Dat is een mooiere afsluiting van de avond dan ik zelf had kunnen verzinnen. Dank je wel daarvoor. Wat we hier vandaag hebben gedaan is dus niet alleen even de stad Amsterdam opnieuw inrichten met deels inzichten uit Amsterdam en Rotterdam, maar ook nog eventjes een nieuwe standaard voor democratie neerzetten. Dus ondanks de Mentimeter dingetjes die niet helemaal wilden, ben ik jullie erg dankbaar. En vooral ook het team hierboven, de programmamakers, Barbara en Jolie. Heel hartelijk dank aan alle sprekers, Barbara en Jolie, en aan jullie zelf. Cheers.